interessante lezing te horen. Van de enige echte DJ Reinders, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken in de regering Michel. Lid van MF en door zijn politieke opponenten van de SPA, onlangs nog om een woorden omschreven als de zekere Frank Underwood van de wetstraat. In tijden dat landsgrenzen van de Europese Unie vervagen door harmonisatie van wetgeving en landsgrenzen buiten Europa vervagen door Russische interventie of expansie van een bepaalde religieuze staat, willen we toch vooral het verhaal horen van iemand die dichter bij de materie staat. Ik zal nu het woord geven aan rector Paul de Knop. Na de presentatie is er nog ruimte voor een flink aantal vragen die ik zeker weet dat jullie wel zullen hebben. En uiteraard zal er een receptie plaatsvinden in het foyer. Onze dank gaat uit naar Dieter en het volledige bestuur van CAPS voor de goede samenwerking met dit event. Dank jullie wel. Dank u wel. Beste studenten, ik ga het heel kort houden, want ik weet dat u ook heel wat vragen heeft en dat u uw trein misschien nog moet halen. Ik wil toch LVSV en CAPS feliciteren met het initiatief en jullie met jullie komst hier naartoe. Ik hoor heel vaak zeggen dat jongeren niet meer geïnteresseerd zijn in politiek. En ik kan toch getuigen dat dit hier alvast niet het geval is. Jongeren zijn welbegaan. Trouwens, de minister toen in de overgang was, ik bedoel, van de ene regering naar de andere natuurlijk, dan heeft hij een heel goed debat hier gevoerd met Pascal Smet. Daar waren de studenten, niet alleen de organisatoren ook van, maar ook aanwezig. Dat is een debat dat heel wat waarde heeft gehad. Ik kan u zeggen dat minister Reinders een zeer goede, eminente spreker is, dus ik denk dat deze avond niet stuk kan gaan. En ik denk ook dat het thema, u ziet het hier staan, dat dat zeer goed gekozen is. Jammer genoeg zou ik zeggen, want inderdaad, ik hoor net ook dat in Tunesië vandaag ook een aanslag is geweest met meer dan, ik dacht al, 22 doden. Dus ik denk dat radicalisering, dat, hoe dat de wereld aan het evolueren is, dat dit een terecht thema is dat jullie gekozen hebben. Ik wil eindigen met te zeggen, meneer de minister, hartelijk dank dat u de weg naar de VB gevonden heeft. Ik zou ook appliceren moesten bepaalde minister-presidenten in Vlaanderen wat meer de weg vinden naar de VB. Maar jullie heeft het in elk geval gevonden. Minister zijn van Binnenlandse Zaken is al geen gemakkelijke zaak. Dan moet je ongeveer 30.500 vierkante kilometer beheren. Maar u, meneer de minister, u moet gans de wereld min 30.500 vierkante kilometer beheren. Ik moet zeggen, ik prijs mij gelukkig dat ik het met een middelgrote universiteit maar moet doen. Ik wens u heel veel plezier en ik hoop dat u het de minister zo mogelijk maakt dan dat u het soms doet met professoren. Dank u wel. En ten tweede, het is niet mijn eerste aanwezigheid bij de VVB, dus ik zal misschien later minister-president van Vlaanderen, maar bon, het is te vroeg om iets te zeggen daarover. Het is misschien voor de zevende of de negende staatshervorming tot nu toe. Dat zijn de zesde staatshervorming, het is genoeg. Nee, om te zeggen, vanavond, dus spijtig genoeg in verband met actualiteit, heb ik gekozen om iets te zeggen rond twee thema's. Enfin, eerst de relaties van de Europese Unie en dus ook van België met Rusland. Er is een echt dossier Oekraïne nu in dat verband. Maar ten tweede ook de strijd tegen terrorisme, tegen Daesh of IS of veel andere namen, maar dus een echte terroristische groep. Niet alleen in Syrië, in Irak, maar in veel andere landen. Spijtig genoeg gezegd, vandaag hadden wij nog een terroristische aanslag in Tunis. Ik heb nog een contact gehad met mijn collega. Mijn collega was de laatste dag van Tunesië. Twee dagen geleden. Hij was vandaag in Parijs. Na een zeer goede vergadering met de Europese Unie. En vandaag zijn tot nu toe 22 doden. Twee terroristen, maar ook 20 andere mensen. En denk ik een groot aantal van toeristen. Tot nu toe heb ik geen informatie van wat België betreft. Maar ik denk toch eerst en vooral aan de slachtoffers, aan hun families, aan hun vrienden.
zoals in veel andere terreuraanslagen, niet alleen in Tunesië, maar dat was ook het geval soms in Libië, of zeker was het geval in Syrië en in Irak, maar ook in Brussel. Vorig jaar in het Joodse museum, dat was met 4 doden. En daarna heb je gezien in Parijs, in Kopenhagen en in veel andere plaatsen. Dus ik zal starten misschien met het eerste punt, de relaties met Rusland. En je kunt dat zien op een kaart. We hebben in feite zeer goede relaties met veel verschillende landen, maar binnen de Europese Unie en ook met enkele buurlanden van de Europese Unie. En we hebben in feite een oostelijke partnerschap met verschillende landen. Je kunt dat zien in geheel, dus Belarus, Oekraïne, Moldova, Georgia, maar ook Azerbeidzjan, Armenië. Dus er zijn verschillende landen met een specifieke relatie met de Europese Unie. En daarna er is ook een andere partner, niet in dezelfde maat, maar met Rusland, dus de Russische Federatie, maar met Rusland hebben we ook een correcte relatie sinds veel tijd. En sinds meer dan 1 jaar nu, we zijn geconfronteerd met een echte probleem in Oekraïne, zoals in 2008 in Georgia, zoals de tijd daarna in Moldova. Er is een echte wil vanuit Rusland om een aanwezigheid te hebben in enkele buurlanden, niet alleen een partnerschap, maar een echt aanwezigheid. Dus een annexatie bijvoorbeeld van de Krim vorig jaar. En we zijn nu juist 1 jaar na de annexatie van de Krim door Rusland. En we proberen om een correct partnerschap te hebben met zo'n aantal landen. Om idee te geven, er waren enkele fouten, misschien ook op Europese vlak in de relaties met Rusland. Eerst en vooral na de Koude Oorlog, dus misschien moeten zeggen, mogelijk om te denken aan een zeer zwak Rusland, en waarom niet een aanpak zonder geen referentie naar Rusland, zonder geen aandacht voor Rusland, bijvoorbeeld de uitbreiding van de NAVO tot en met de Baltische landen, van Polen naar veel andere, zonder te veel aandacht voor de positie in Moskou en de mogelijke reactie in Moskou. Ten tweede, met de Europese Unie, ook een zeer grote uitbreiding tot en met nu 28 lidstaten. En niet alleen zo'n evolutie na de Koude Oorlog, maar soms was mogelijk voor sommige Europeanen, en zo ook voor België, om naar Kiev te gaan, dus de hoofdstad van Oekraïne, om te zeggen, u moet een keuze maken. U moet ofwel naar Europa gaan, ofwel naar Rusland. Dat heeft geen zin. Dus de reden van zo'n kaart. Zo'n kaart is mogelijk om te zien dat voor Oekraïne het is onmogelijk om een keuze te maken. Ze moeten werken, ze moeten leven met alle buurlanden. Dus we moeten leven met de Europese Unie, maar ook met Rusland. Dus voor het moment hebben we een zeer specifiek probleem. Het is zo'n annexatie van de Krim. Enkele separatistische groepen met een steun van Moskou in de oost van Oekraïne. En we ook een goede reden om een sterke reactie te hebben van de Europese Unie. En je hebt misschien daar gezien, onze sterke reactie was in verband met sancties en andere elementen. Maar eerst en vooral wil ik u ook zeggen, met zo'n kaart van Oekraïne, is mogelijk om te zien dat er zijn verschillende delen van zo'n land. Dus de Krim, maar ook enkele steden, gemeenten, provincies in de oost van het land. En een van de belangrijkste problemen van Oekraïne de volgende maanden en jaar is om naar een grondwettelijke hervorming te gaan. Misschien zoals er gezegd in België zoveel keer een staatshervorming beslist. Maar voor Oekraïne is het zeer belangrijk om daar bijvoorbeeld meer decentralisatie te gaan. Het is ook zeer belangrijk om daar misschien soms naar autonomie te gaan door verschillende provincies, verschillende delen van de hele land. En op de kaart is mogelijk om dat te zien, dus met een verdeling van de verschillende provincies van zo'n land. Maar het is niet alleen noodzakelijk om zo'n staatshervorming met een decentralisatie te beslissen, maar ook echt andere hervormingen. Het is een zeer corrupte land, Oekraïne, sinds veel jaar. En er is geen verandering sinds 1 of 2 jaar, sinds de eerste reactie van de bevolking tegen de overheid op Maidan, dus de plaats in het centrum van Kiev, 1 jaar geleden. Maar er zijn toch enkele mogelijkheden, maar we moeten verder gaan. En dus we moeten ook vragen aan Oekraïne om echt hervorming
te doen, echt een hervorming te beslissen. En dus voor het moment, dat wil zeggen dat we moeten enerzijds een echte druk op Rusland te zetten, dus we moeten daar gaan naar een echte druk op Rusland, om naar een andere soort van dialoog te gaan, misschien een stopzetting van een agressie van Rusland tegen Oekraïne. Maar op hetzelfde moment moeten we vragen aan Oekraïne om meer en meer hervorming te beslissen, wat binnenland betreft, wat, wie gezegd, organisatie van het land, maar ook voor wat enkele economische en sociale hervormingen. Om dat te doen, tegen Rusland gaan wij naar sancties, individuele sancties, tegen verschillende mensen die bezig zijn in Oost-Oekraïne of in de Krim. Dat wil zeggen een verbod aan reizen, dus wij proberen een verbod om een visa te hebben. Ten tweede, enkele financiële sancties tegen enkele individuele persoon, maar ook economische sancties tegen Rusland. En we moeten zeer voorzichtig zijn. Dus wij gaan naar sancties tegen Rusland. Niet tegen de Europese Unie of tegen onze bedrijf. Bijvoorbeeld in België. Het heeft geen zin om sancties te beslissen tegen Rusland in de diamantsector. Het is meer een sanctie tegen Antwerpen dan tegen Moskou. De staalindustrie is hetzelfde. We hebben een aantal aandelen in de handen van Russische mensen, bijvoorbeeld de staalindustrie in verschillende steden in Wallonië. Maar we hebben ook dat gezien met peren, ik wist dat niet. Dus het is geen genoeg van de fruit. En voor sommige producenten, ik wist dat niet gezegd, dus 80% van de productie ging naar Rusland. En dus wij zoeken naar sancties tegen president Poetin, zijn regime, de mensen, de oligarchen die rond Poetin zijn, bijvoorbeeld in de energiesector, in de nieuwe technologie wat energie betreft. Geen transfer, geen nieuwe transfer van technologie. En ook in de bank, de financiering van Rusland en van verschillende energieactiviteiten. Maar dat is tegen Rusland. Voor wat Oekraïne is meer een steun op financiële vlak. Bijvoorbeeld een steun van de IMF, op internationaal vlak, maar ook van de Europese Unie, ook op bilateraal vlak, voor een aantal hervormingen binnen het land. Maar ik herhaal, dus we moeten een druk op de twee landen zetten. En hier wordt dus om een idee te geven van de aanwezigheid van Russische troepen en Russische mensen in Oekraïne, maar er zijn altijd evolutie. Soms is het een beetje raar. We hebben bijvoorbeeld tanks gezien vanuit Rusland, maar zonder, volgens Moskou, geen Russische soldaten. Dus misschien zoals een droom, of misschien een mogelijkheid om dat te doen zonder enige mensen binnen de verschillende tanks vanuit Rusland. Maar in feite hebben we veel, veel bewijs van een echt aanwezigheid. En om een idee te geven, het echte H-17. Een idee daarvan, dus zo'n vliegtuig van de Malaysia Airlines, het was mogelijk om een echte catastrofe te hebben met meer dan 250 doden vanuit Nederland. Maar het was onmogelijk om dat te doen met een zeer kleine wapen. Het was alleen mogelijk met echte wapens vanuit Rusland en met een hulp van Russische mensen om zo'n mogelijke aanslag te hebben. Het was misschien niet een beslissing om dat te doen, het was misschien een vergissing, maar toch, het was met een zeer groot effect. We moeten proberen om niet meer zo aan de aanwezigheid van zoveel Russische mensen op het grondgebied van Oekraïne. En om dat te doen, eerst en vooral moeten we zeggen aan Rusland, er is een territoriale integriteit aan het land. En we moeten dat beschermen. Dus het is onmogelijk om tegen de territoriale integriteit van het land te gaan. Ten tweede, we moeten ook zeggen, er zijn nu, het is een kleine kans, er zijn nu akkoorden. Het was in Minsk, was mogelijk om in Minsk een akkoord te bereiken tussen de twee partijen. Dus Oekraïne is separatistisch, maar toch met de steun van Rusland, maar ook met de steun van Frankrijk of van Duitsland. Er waren twee vergaderingen in Minsk, twee belangrijke vergaderingen, maar met akkoord om te zeggen, we moeten gaan naar een staakt vuur, moeten we niet meer zo sterke wapens te zien op het grondgebied van Oekraïne. En dan moeten we gaan naar politieke hervorming in Oekraïne en een aantal andere elementen van evolutie binnen Oekraïne, zoals we gezegd, de decentralisatie, die is een vraag van de separatistische mensen in de oost van de Oekraïne. Maar dus wij proberen om zo'n richting te gaan. En om dat te doen, het is zeer belangrijk om een echt
zelf, in het geval van zo'n conflict, niet alleen om een oplossing te vinden voor zo'n conflict, dat je voor beide gezegd van dat goede niet, maar voor veel andere zaken. Rusland is een permanente lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat is wettelijk. Dus het is bijna onmogelijk om iets te doen, bijvoorbeeld, ik zal het niet zeggen, dan in Syrië, in Irak. Maar ook, het is onmogelijk om verder te gaan in een strijd tegen klimaatverandering. Of we moeten spreken rond Iran en de kernenergie in Iran. Of we moeten spreken van Europa wat energie betreft. Dus alleen energie in de relatie van energie met Rusland. Het is noodzakelijk om een echte dialoog te hebben. Dus we blijven met zo'n contact met Rusland. En ik pleit altijd om dat te doen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld voor wat mij betreft, ik was nog in Kiev in Moskou in december vorig jaar. België heeft op het moment het voorzitterschap van een ministeriële comité binnen de Raad van Europa, dus niet de Europese Unie. De Raad van Europa, dat wil zeggen 47 landen, inbegrepen Oekraïne en Rusland. En dus, het is een organisatie om een bescherming te geven van de mensenrechten betreft. Ik was in Kiev en in Moskou om een contact te hebben rond de bevoegdheden van de Raad van Europa. Dat wil zeggen, een echte gesprek rond mensenrechten. Er zijn veel problemen van mensenrechten in Oekraïne, maar ook in Rusland. En het is zelf een ring met OVSE, een organisatie voor wat veiligheid in Europa, om wat te doen om een controle te hebben op een correcte uitvoering van de Minsk-akkoord, dus het akkoord voor wat het staakt-het-vuur betreft, is het mogelijk om te zien, is het waar of niet. Hebben we incident of niet op het veld, hebben we een echt staakt-het-vuur of hebben we nog incident, een conflict op het grondgebied van Oekraïne. Maar het is ook mogelijk, voor veel andere redenen, om één te geven. In de Verenigde Staten hebben we altijd gehoord dat we meer sancties hebben tegen Rusland in zo'n dossier. Maar het is gemakkelijker voor de Verenigde Staten om dat te zeggen. Buitenlandse handel van de Verenigde Staten met Rusland is ongeveer 10% van onze buitenlandse handel van de Europese Unie met Rusland. Dus economische sancties tegen Rusland voor de Verenigde Staten is gemakkelijker dan voor de Europese Unie. Maar zelfs met zo'n zeer sterke stem tegen Rusland, ja, misschien heb je dat al gezien op het tv-journaal of in de kranten, er zijn veel contacten tussen de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en van Rusland. John Kerry en Sergei Lavrov, het is altijd mogelijk om contact te hebben op Syrië, in New York, in de Verenigde Naties en dergelijke meer. Op Europese vlak is altijd zeer moeilijk. We moeten een akkoord hebben van de 28 lidstaten om iets te doen. En bijvoorbeeld voor onze minister van Buitenlandse Zaken, mag ik zeggen, op Europese vlak, Federica Mogherini, het is altijd zeer moeilijk om zo'n contact te nemen zonder een akkoord van iedereen. En alleen om te zeggen, ik zal een conclusie geven voor zo'n eerste deel. Er zijn verschillende meningen in Europa. Het is logisch in verband met de situatie in Oekraïne en Rusland. Bijvoorbeeld de Baltische landen, ze zijn zo dichtbij van Rusland en van Oekraïne. Ze hebben zo een geschiedenis met Rusland, ze hebben zo veel decades, met een aanwezigheid tot en met het begin van de jaren 90, 20 jaar geleden in feite, van Rusland, het grondgebied van de drie Baltische landen. Maar zelf met de Sovjet-Unie en de relatie van de Sovjet-Unie tot eind van de jaren 80 in Polen en in Nederland. Dus ze hebben echt de vrees voor wat een mogelijke actie van Rusland, niet alleen in Oekraïne, niet alleen in Georgië, maar misschien ook in de Baltische landen. Ze vrezen dat. En het is niet misschien dezelfde vrees in de Benelux. In België, in Nederland, in Luxemburg. De mensen zijn meer aan het spreken rond de terroristische activiteiten in Syrië of in Irak dan de spreken rond Oekraïne. En dus wij proberen om contact te hebben tussen bijvoorbeeld de Benelux-landen en de Baltische landen. Ik was enkele keren met een collega van de Benelux in de Baltische landen, moet ik zeggen. Het is zeer interessant om te horen, te zien, de reacties ter plaatse tegen zo'n annexatie van de Krim of zo'n actie van Rusland in Oekraïne. En het is ook zeer belangrijk om een echt gevoel te hebben daarvan met de bevolking. Er is een echte vrees nu van een mogelijke actie van Rusland, zelf in het land, zoals
de verschillende Baltische landen. Dat is zeer belangrijk. En voor ons, dan is het zeker dat we moeten voor de volgende jaren eerst verder gaan met een echte actie tegen Rusland, of een stopzetting van zo'n interventie in Oekraïne, maar ook moeten denken aan een nieuwe dialoog met Rusland. Rusland zal toch in de volgende decade een echte buurland van de Europese Unie. En dus welke soort van nieuwe relatie met Rusland voor de volgende jaren, decade, en ook met, het was de eerste presentatie, met onze huidige partner in de oost van Europa, ik denk aan Belarus, aan Oekraïne, aan Moldova en andere, dat wil zeggen, misschien een correcte relatie met Rusland of mogelijk is, dat zullen we zien, met de huidige president of met een andere, dat is niet gemakkelijk, maar ook een andere mening voor wat onze relaties met onze partners in de oost van Europa kunnen zijn. Een relatie met de Europese Unie voor alle partners, maar ook een mogelijke relatie voor deze partners met Rusland. En dus dat wil zeggen, het is een eerste zeer belangrijke taak voor ons om te zien, is het mogelijk om dat te doen. Maar de eerste, we komen eens wat voor mij, het is een desescalatie. Is het mogelijk om een desescalatie te zien in Oekraïne? Tot nu toe moet ik u zeggen, het is bijna onmogelijk. Het was altijd met een nieuwe stap verder vanuit Rusland om meer plaats te hebben in Oekraïne. Een tweede deel van onze besprekingen nu op Europese vlak, maar ook op internationale vlak, als een andere specifieke dossier, maar naast de relatie naar het oost van Europa, het tweede probleem is naar Zuid. Naar Europa, in het algemeen, maar het is de evolutie van het terrorisme in de wereld. Ik wil eerst zeggen, we hebben niet alleen een terroristenaanslag vanuit mensen die vanuit islamistische landen komen. Dat zijn in Azië, in Zuid-Amerika, het is ook mogelijk om enkele problemen te hebben, bijvoorbeeld in Colombia. Het is mogelijk om in veel andere plaatsen andere soorten van terrorisme te zien. Maar het is juist, we zijn nu in een echte confrontatie met terroristische groepen vanuit de islamistische wereld. Vanuit nu Syrië of Irak en vanuit veel andere plaatsen. Dus IS, het is zo'n geval. Het is zo'n terroristische groep. Vanuit Irak eerst en nu met een uitbreiding in Syrië, maar ook een uitbreiding met veel andere plaatsen. Misschien dat gezien, er is ook een zeer sterke groep in Nigeria, Boko Haram, met veel terroristische aanslagen, veel moorden. Jonge meisje bijvoorbeeld ook. Maar nu er is een alliantie, of zo beslist, een aangekondigd, door Boko Haram met IS in Syrië en in Irak. Dus er zijn enkele banden tussen verschillende groepen. En dus we moeten zien hoe is het mogelijk om tegen zo'n evolutie te strijden. En we zijn zeer performant. We kunnen veel communicatie organiseren. Bijvoorbeeld op de sociale netwerken zijn meer performant dan veel mensen in Europa en zelfs in de Verenigde Staten dat te doen. Maar eerst en vooral moeten we denken aan de oorsprong van zo'n mogelijke terroristische evolutie. Het is niet alleen voor religieuze redenen. Het is misschien één van de mogelijke redenen, maar er zijn andere elementen. Op sociaal vlak, er zijn veel jongeren, niet alleen in de Irak of in Syrië of in veel Arabische landen, maar ook soms bij ons, zonder geen echte toekomst. Als we proberen om iets te vinden, misschien iets te vinden dat wil zeggen om een rol te spelen, om iets te betekenen. Is het mogelijk om een echte rol te spelen? Legaal. Ik heb nog gisteren gezien en gehoord bij de staatsveiligheid in België. Ik zal niet zeggen daarover veel buitenlandse strijders die naar Syrië of naar Irak willen gaan. Maar daar, ze willen niet terug. Dus je blijft daar, zoals een echte baas van een stad of van een gemeenschap, terug naar België, dus bijna zonder enige rol te spelen. Dus dat wil zeggen, voor veel mensen, het is een ander probleem dan alleen een probleem van religie om dat te doen. Het is ook om een echte toekomst te hebben, soms ook om geld te hebben. Er zijn ook veel andere beloften voor wat het huidige leven, voor wat een ander leven, bijna. En ook
veel jonge mensen, de vrouwen, het is altijd mogelijk, daar is geen probleem, meer vrouwen hebben. En misschien nog na je dood zal dat mogelijk zijn. Bon, dat is misschien, ik weet niet voor wie, voor mij het is niet een echte pleidooi, maar voor sommigen is het misschien ook een echte pleidooi om dat te doen. En wij proberen om te zeggen, eerst, zo het mogelijk een analyse te hebben van zo'n situatie in de hele wereld. En wat kunnen we doen om tegen zo'n evolutie te strijden? Eerst een uitwisseling van inlichtingen, meer en meer informaties rond de mogelijke reizen van mensen naar Syrië, naar Irak of terug naar België, naar andere plaatsen. Meer uitwisseling van informaties, maar ook een echte preventie. En een preventie zal op middellange termijn, misschien voor enkele generaties. Het onderwijs, is het mogelijk om een andere oriëntatie te geven met enkele waarden, bijvoorbeeld universele waarden volgens ons. Maar is het mogelijk om een andere toekomst ook te geven aan veel jongeren? Op de situatie ter plaatse, volgens mij, in Syrië, het is mogelijk om te zien een aantal van de aanwezigheid van terroristische groepen. En het is dankzij een burgerlijke oorlog sinds nu meer dan 4 jaar. En dus met zo'n burgerlijke oorlog is een verdeling van het land tussen de verschillende actoren voor het moment. En dus het is mogelijk om te zien dat er zijn zoveel rebellen in groen en sommige zeggen loyalist in rood, maar in dezelfde band. Voor de rest, er is bijna niemand, en voor wat de externe forces, dus voor wat de IS bijvoorbeeld, kun je dat zien, grijzen tussen de twee rode lijnen, tot en met de grenzen van Turkije. Het is mogelijk om een echte aanwezigheid te zien nu van zo'n terroristische groep, met een echte capaciteit om bijvoorbeeld naar enkele inkomsten te gelden. Ze hebben een aantal banken bijvoorbeeld gevonden, met geld binnen de bank, maar productie van olie. Dus het is ook een probleem om zo'n uitvoer van olie te stoppen. Maar soms is het mogelijk toch voor zo'n terroristische groep niet alleen om deel van de olie te gebruiken, maar ook naar uitvoer te gaan van olie langs een of andere land naar een andere markt. Dus met een capaciteit om echte inkomsten te hebben. Het is misschien een terroristische groep met een zeer grote financiële capaciteit. Niet alleen daarover, maar ook dankzij andere activiteiten, zoals verschillende activiteiten tegen de mogelijke buitenlanders die aanwezig zijn. Dus ze vragen altijd geld om misschien een beslissing te nemen voor een mogelijke terugkeer van het buitenland naar onze land of naar veel andere landen. Maar dus er is alle aanwezigheid van IS in Syrië. En ik wil alleen zeggen wat Syrië betreft, nu, het is niet alleen een burgerlijke oorlog binnen het land. En ik heb enkele cijfers bijvoorbeeld met 11 miljoen ontheemden, van wie de 11 moeilijk te bereiken binnen Syrië. Maar we hebben ook 4 miljoen vluchtelingen in de buurland. En eerst en vooral, het is meer en meer mogelijk, niet alleen voor Turkije, maar voor 2 andere landen, Jordaan en Libanon. En voor wat Libanon en Jordanië, het is zeer mogelijk om nu meer vluchtelingen te hebben dan de bevolking van de 2 landen. De druk op de 2 landen is bijna nu onmogelijk. En dus wij moeten proberen om een hulp te geven binnen Syrië, het is zeer mogelijk. Vanuit België hebben we een initiatief genomen meer dan 2 jaar geleden. Om te zeggen, is het mogelijk toch een toegang te geven naar scholen, naar ziekenhuizen voor iedereen. Het ziekenhuis bijvoorbeeld, het is onmogelijk. In veel verschillende plaatsen binnen Syrië. Er zijn bijvoorbeeld geen snipers. Dus echte mensen met een capaciteit om tegen ofwel de dokters ofwel de patiënten te schieten. Waarom? Er zijn altijd dokters of patiënten van een of andere kant. En dus het is bijna onmogelijk voor de burgers om nog naar een school dus gedaan, maar ook naar het ziekenhuis te gaan. We hebben geprobeerd om iets te doen, maar om een echt actie te hebben, een aanwezigheid op het veld. Misschien een militair aanwezigheid ook te doen,
is bijvoorbeeld ontworpen, want Rusland heeft gezegd, is een lid van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En dus Rusland heeft altijd zijn vetorecht gebruikt tegen alle mogelijke oplossingen of pisten van oplossingen voor wat Syrië betreft. Er zijn ook andere problemen, maar alleen om twee problemen te zeggen. Eerst en vooral buitenlandse strijders, ik zal terugkomen, maar het is nu een echte probleem voor veel andere landen in de hele wereld, niet alleen in Europa, in Azië, maar in de Noord-Amerika. Er zijn buitenlandse strijders aan verschillende regio's die naar Syrië of naar Irak willen gaan. En het andere probleem is, hoe is het mogelijk om misschien op middellange termijn een onderhandelingsproces te hebben met het regime in Syrië en met de vertegenwoordigers van zo'n regime. Maar op lange termijn moet je zeggen, Assad moet weg. Dat is altijd naar gezegd. Er waren zoveel barbaarse daden in Syrië dat het onmogelijk is om nog met Assad, president Assad, te werken. Maar je hebt misschien dat gehoord op televisie of gezien in de krant. John Kerry, de is van buitenlandse zaken in de staat, heeft gezegd, we moeten iets doen met het regime. Dat is dan het geval. Zoals voor de Minsk-akkoord voor Oekraïne, hebben we ook akkoord van Genève voor Syrië, maar zonder geen uitvoering daarvan. Maar het akkoord van Genève, akkoord in een correcte gesprek tussen oppositie, mogelijk vertegenwoordigers van de oppositie, maar ook vertegenwoordigers van de regering van Assad. De minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. En we nog contact met zo'n aantal mensen. Maar voor wat een oplossing op lange termijn, ik herhaal, Assad moet weg. En dus moet een transitie organiseren op politieke vlak. En zoals in Oekraïne, proberen we een politieke oplossing te vinden, maar tot nu toe, het was onmogelijk. Er is een speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Speciaal is dat in Italiaan, dus Staffan de Mistura. En hij probeert om in contact te blijven met iedereen, maar tot nu toe, zonder geen echte succes. Irak, dezelfde redenering. Dus je kunt dat zien met een zeer grote aanwezigheid van IS. Dus hier in groen is mogelijk om toch een andere situatie te kennen, maar in grijs is nog met een aanwezigheid van de IS, en dus een terroristische groep. En in feite, in Irak, het is een totaal andere redenering. Het is misschien mogelijk zonder een actie van de internationale gemeenschap om naar een splitsing van zo'n land te gaan. Een splitsing tussen een deel van Irak met de huidige Sunnieten, dus een huidige regering, ten tweede een deel van de Kurdes, en ten derde, nu een islamistische staat. Voor ons is het mogelijk om in zo'n richting te gaan. Een splitsing in 3D, maar met een D in de hand van een echte terroristische groep. En dus daar, welke zijn de mogelijke oplossingen? Wij proberen om eerst en vooral een militaire actie te hebben. Een militaire actie, dus België, is één van de 60 leden van een coalitie. We zijn bezig met F-16. We hebben nu 6 F-16 bezig met zo'n militaire actie tegen IS in Irak. Met, heb ik gezegd, veel andere landen. Het is een beperkte groep, beperkt van ongeveer 20 landen. En wij proberen om meer te doen dan een militaire actie. Om een voorbeeld te geven, een militaire actie was mogelijk in Libië enkele jaren geleden. En moet ik u zeggen, dat het een groot succes op militair vlak. Het was noodzakelijk om dat te doen. Om geen echt probleem te hebben voor een zeer groot deel van de bevolking rond Benghazi, maar zonder geen capaciteit om een echte airborne van de Libië te organiseren. En dus nu, het is een echt faillissement, er is geen staat meer. En wij proberen om niet in dezelfde richting te gaan in Irak, wat we zeggen, een militaire actie, maar ook zo'n groep van landen. Een capaciteit om te denken aan een inclusieve regering, met iedereen aan boord, en een capaciteit om te denken aan een heropbouw van het land. Dat is zeer belangrijk, het is een zeer groot verschil met andere acties in andere landen. En dat heb ik gezegd voor wat België, dus we zijn bezig met onze F-16.
En we zijn bezig met 35 opleiders voor een echte opleiding van het Iraakse leger. Dus het is nuttig om toch een echte actie te hebben op het veld met de soldaten van Irak. En wij proberen ook op militaire vlak om meer te doen. Maar wij proberen ook, zag ik de rug dat voor, we proberen ook om iets te doen tegen de buitenlandse strijders, ook in Irak. Een derde land, het is in Libië. In Libië, nu moet ik zeggen, er is bijna geen staat meer. Het is een echt probleem en we moeten proberen om les te trekken aan, na zo'n interventie in Libië enkele jaren geleden. Dus het was een militaire interventie van een coalitie, met name. En heb ik gezegd, met een zeer groot succes op militair vlak. Maar zonder geen activiteit op het veld om naar een nieuwe regering of een nieuw parlement, een heropbouw van het land. En dus nu, het is een echt faillissement. En faillissement, enkele tijd geleden heb ik beslissing genomen om niet meer ambassade te hebben. Voor veilige redenen. Het is toch raar om een militaire actie te voeren en twee jaar na zo'n militaire actie een beslissing te nemen om te zeggen geen aanwezigheid meer van onze ambassade. Dezelfde Verenigde Staten, niet alleen de kleine landen van ons buiten, maar ook de Verenigde Staten beslist om niet meer een ambassade te hebben. Dat wil zeggen, een bescherming gegeven aan een deel van de bevolking, maar zonder geen echte oplossing voor de evolutie van zo'n land. En nu hebben we een echt faillissement, dus geen staat. En dat wil zeggen ook een echt probleem, bijvoorbeeld. Ik heb al dat gedacht voor vandaag, maar veel probleem voor de buurland, Egypte, Tunesië. Ik weet nog niet waar de redenen van zo'n terroristische aanslag in Tunis. Ik heb nog geen informatie over wat de persoon, maar zo'n terroristische aanslag of een andere, zo mogelijk van, met mensen vanuit Libië. Het is logisch, er is geen staat meer, heb ik gezegd. En dus voor wat migratie, illegale migratie vanuit Libië, het is niet alleen in Italië. Dat gezien misschien in het zuiden van Italië hebben we meer en meer mensen vanuit Libië, maar ook in het geval naar een land zoals Tunesië. Het is zeer moeilijk om een echte controle van de grens te hebben tussen Tunesië en Libië. En daar ook proberen wij met de Europese Unie en de Verenigde Naties om naar een politieke proces te gaan. En zoals in Irak, wij proberen sinds enkele weken, en veel vergaderingen daarover, met een speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, dus het is bijna de Leon, die aanwezig is nu op het veld, om iets te proberen, dat wil zeggen, nogmaals, een inclusieve regering met alle mogelijke groepen aan boven van zo'n regering, maar tot nu toe, zonder een echte succes. En het is het geval in veel verschillende andere plaatsen, in Mali, ik zal niks zeggen voor Mali. Maar niet betreft van mandaten, maar Mali is hetzelfde. Het was een militaire interventie, maar nu komt het ook naar een politieke oplossing. En dus in Syrië, in Irak, in Libië, het is bijna onmogelijk nu om een echt politieke oplossing te hebben. Wij proberen met meer succes misschien in Irak nu, geen succes tot nu toe in Libië en in Syrië. Zullen we zien, maar sinds 4 jaar gaat het eigenlijk al zeer lang zijn. Het is een zeer lang burgerlijke oorlog. En voor ons, maar het is al een echt probleem om zoveel conflict te hebben in de verschillende landen. Maar het is ook een probleem voor ons met zo'n situatie, met zoveel foreign fighters, dus buitenlandse strijders. En u kunt dat zien van verschillende plaatsen. Niet alleen vanuit België of vanuit Europa, eerst en vooral van de noord van Afrika. Bijvoorbeeld met mijn collega van Tunesië, had ik een contact 2 dagen geleden. Het was om te zeggen, 2 dagen geleden, met een reactie. Ik heb gezegd, we hebben ongeveer 400 buitenlandse strijders vanuit België, tot nu toe, in Syrië of Irak. Aanwezig nog zijn of terug naar België, maar in Tunesië het is 3000 voor een kleine land. Maar in Marokko, en nu de grootheid van de verschillende cirkels, je kunt dat zien vanuit de regio, Egypte, Libië.
Libië, zeker, maar ook vanuit Tunesië of vanuit Marokko. Er zijn veel verschillende buitenlandstrijders. Vanuit Frankrijk, vanuit België, Groot-Brittannië, veel andere landen. Er zijn ook enkele vanuit de Verenigde Staten of vanuit Canada. Maar ik was bijvoorbeeld enkele maanden in Maleisië, 1000. In Indonesië nog meer. Dus ook vanuit Azië. Er zijn zoveel mensen die willen naar Syrië of naar Irak gaan. En dus Syrië nu, het is een echt moeilijke situatie, maar het is niks nieuws. In het verleden was het al mogelijk om buitenlandse strijders te zien in veel andere plaatsen, bijvoorbeeld in Europa betreft, in de Balkans. In de jaren 90 was het al het geval, maar nu het is een nieuwe vorm. Zelfs in Oekraïne, er zijn nu buitenlandse strijders die willen naar Oekraïne. Maar het is toch een nieuwe vorm van buitenlandse strijders en in verband met een echte wil om een staat, dus een zo genoemd kalifaat, dus een echte islamistische staat. We proberen om een grondgebied te hebben, een bevolking, en dus een overheid, om zo'n grondgebied en bevolking te beheren, dat wil zeggen een staat. En dat is een echte nieuwe actie, en eerst en vooral wat ons betreft in Europa, misschien Azië en Rusland. En om iets te doen tegen zo'n situatie, voor ons hebben we gezegd moeten gaan naar een uitwisseling van inlichtingen met veel andere landen om meer informatie te krijgen. Bijvoorbeeld, heb je dat gezien met de terroristaanslag in Brussel vorig jaar, dus het Joodse museum. Het was een Franse man, normaal volgens onderzoek, een Franse man. Hij ging naar Syrië en daarna naar Maleisië, Singapore, Thailand en terug naar Europa, maar niet in Frankrijk. In Brussel, Molenbeek, dus een enkele week, en dan een terroristaanslag in Brussel. Dus zonder een uitwisseling van inlichtingen, het is onmogelijk om zo'n man te volgen. En bijvoorbeeld, wij proberen om een uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers te hebben. Het is een zeer moeilijk debat in het Europees Parlement. Passengers name record. Dat is eigenlijk dus een uitwisseling van de gegevens. Om wat te doen? Om te weten waar willen de mensen gaan. En dus is het mogelijk om een traject te volgen van verschillende mensen. We moeten altijd een evenwicht vinden tussen de privacy en zo'n strijd tegen terrorisme. Maar het werkt het probleem van privacy, wat alleen een transfer van gegevens in verband met uw traject, met een vliegtuig, van één land naar een ander. Voor ons is het zeer belangrijk om een strijd te organiseren tegen zo'n aantal mogelijke terroristen. We hebben dat gezien met een terugkeer naar ons land. En de andere zeer belangrijke deel van onze actie is een samenwerking met de religieuze en de politieke overheid. Waar is de religieuze mogelijk om te werken in samenwerking met de verschillende religies? En voor wat IS betreft, om een idee te geven, maar dat is dan niet een film. Nu projecteer ik geen nieuwe kandidaten in de zaal, dus het is alleen een eerste imago. Maar u kunt dat vinden op internet, zeer gemakkelijk. En er zijn veel, veel documenten van propaganda vanuit IS. En in het begin het was misschien meer op vlak van een netwerk, een organisatie. Nu het is op individuele vlak met internet. Er zijn veel, veel mensen die radicalisatie. Te radicaliseren zijn op internet, in de kamer, op individuele vlakken, niet meer met een groep. En dus je kunt dat zien bijvoorbeeld met de situatie in de verschillende landen, maar voilà, voor wat België betreft, we hebben nu ongeveer 400 buitenlandse strijders, maar je kunt dat zien vergeleken met andere landen. Frankrijk is toch een grotere land dan België, maar ook Groot-Brittannië of Duitsland. En met minder in vergelijking met de bevolking dan in België. En in België het is mogelijk om te zeggen nu, ik heb gezegd ongeveer 400 buitenlandse strijders in Syrië, maar dat wil zeggen nog 200, ik heb precies de cijfer van de staatsveiligheid, maar het is 234 ter plaatse, nog niet. 234. We hebben misschien
misschien onder 14 die terug naar België en soms terug naar een gevangenis in België. Dus het is altijd dezelfde redenering dat een mogelijke procedure voor wat terugkeer van een of een andere man. Of, ik zeg man, nu meer en meer met een vrouw en met kinderen. Dus je moet altijd denken aan mensen die willen gaan naar een echte staat. En dus niet alleen om te vechten tegen een of een andere regering of tegen een andere overheid, maar ook met hun familie naar een echte staat te gaan. En het was het geval dat ik een tijd geleden heb ik mensen gezien terug langs Turkije naar België met een kind van 4 jaar oud. Ja, het is een beetje raar. En dan zijn, dat is ook een beetje raar. 53 mensen die gedood. Dus het is mogelijk, maar met een zeer rare situatie in Verwies. Je hebt misschien gezien in Verwies met zo'n actie van de politie, de Belgische politie. Het was aan het begin mogelijk om twee doden te hebben. Twee mogelijke terroristen, maar zeker en vast twee buitenlandse strijders terug vanuit Syrië. Maar één van de twee was al dood in Syrië. Volgens de sociale netwerken. Dus ofwel is het een mirakel. Weet ik niet. Ofwel is het nu een echte werkmethode van zo'n terroristische groep. Om te zeggen, wij sturen een bepaalde imago, en je kunt dat zien, dat proberen. Imago van propaganda, maar soms imago met echte jongeren in Syrië of in Irak in activiteit. En daarna, enkele tijd daarna, dezelfde formaties, maar spijtig genoeg, dezelfde man is dood. In een strijd tegen een of andere groep. Maar in feite, ze komen terug naar Europa, naar een of ander land. En ze zijn in feite het beste alibi. Er is geen andere mogelijkheid om een alibi te hebben dan zo'n dood. En dus je komt terug en er is, zoals in het geval van Verwier, daarop kun je de interventie van de politie in Verwier zien. Maar het was het geval in Verwier. Het is ook het geval met één man. We zijn nu bezig met één man in Griekenland, die misschien de baas is van verschillende groepen. Hij was ook aangekondigd, zowel als dood in Syrië door de islamistische staat. Dus het is ook een echte probleem voor het moment. Maar wat België betreft moet ik u zeggen, eerst en vooral een groot aantal van de buitenlandse strijders. Het was op vlak van een recrutering door Sharia for Belgium. We hebben gezien, het was mooi in Antwerpen om een veroordeling te hebben, misschien de Sharia for Belgium. Dus het is een organisatie met een recrutering van veel buitenlandse strijders. Misschien 200 in het begin. En om concreet te zien, om te zijn. De eerste, met een echte informatie voor de politiedienst, dat is iemand van Wilvoren. We hebben gezien in de volgende weken, na zijn vertrek van Syrië, andere vertrekken in dezelfde straat. Dus dat wil zeggen, niet vanuit een mosk of vanuit een religieuze gemeenschap, maar alleen vreemden. Het was altijd met het boodschap, zeggen ze, je moet komen. Hier is het perfect, dat is ongelooflijk in Syrië of in Irak. En u moet komen. En het was het geval in Vervoer, maar ook in Molenbeek of in Antwerpen, dat mensen in dezelfde wijk, soms in dezelfde straat, die naar Syrië of naar Irak willen gaan. En dus, het was altijd met een organisatie zoals Sharia for Belgium. Nu, helaas, er zijn nog 10, 15 nog maanden vanuit België, 10, 15, volgens de mogelijke informaties. Maar nu het is meer op individuele vlak gezegd, dus met interne. En wij moeten gaan naar een reactie daarover. En alleen om element te zeggen, wat de buitenlandse strijders betreft, hebben we al gezien een aantal terroristische aanslagen op ons grondgebied. In Brussel, het Joodse museum, maar ook in Frankrijk, een van de twee in Parijs, hadden de opleiding gekregen in Jemen, dus ook in de streek. En er was ook een aanslag in Nice, in de zuid van Frankrijk, ook door iemand terug van Syrië. Maar in Parijs, in Kopenhagen, maar ook in Brussel, is een ander probleem voor wat
van de vrijheid van de mening. En dan is een reactie tegen zo'n vrijheid van mening. Dan wordt de Jood gepraat. Het is alleen wat de Joden zeggen. En dus er is meer en meer antisemitisme in verschillende landen. Het is toch verschrikkelijk om te zien dat voor enkele Joods in België, zoals in Frankrijk, is mogelijk om te denken aan een verplaatsing naar Noord-Amerika, maar ook naar Israël. Dus het is mogelijk om te denken dat het mogelijk is om in een grotere veiligheidssituatie te zitten in Israël dan in België. Wat is het geval? En dus dat wil zeggen, we hebben een echt probleem daarover om een bescherming te zien. We hebben nu een bescherming organiseren in België, zoals in veel andere landen, voor wat de Joden betreft, en wat sommige specifieke plaats. En dus, om naar een conclusie te gaan voor wat zo'n tweede, echt moeilijke thema op Europese vlak, internationale vlak, dat ik u zeg, voor wat België betreft, hebben we gezien veel buitenlandse strijders, maar eerst en vooral van één gemeenschap. Mensen vanuit Marokko, of nu nog met de nationaliteit van Marokko. En bijna niemand vanuit Turkije. Dat is zo, dat is de realiteit. En soms van Tunesië, maar het is een zeer klein gemeenschap bij ons. Dus ook enkele, een aantal jonge Belgen, van Belgische ouders, die tot de islam bekeerd zijn. Dat is ook mogelijk. Maar een zeer grote deel, het is vanuit Marokko. Dus we moeten weg misschien in samenwerking met andere landen om te begrijpen waarom zo'n een evolutie. En heb ik gezegd in het begin, het is niet alleen voor religieuze redenen, zo voor sociale redenen, voor andere redenen. En wij proberen dus nu om naar veel verschillende maatregelen te gaan, maar ik wil alleen zeggen, eerst en vooral op korte termijn, het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen te nemen. Een bescherming van onze bevolking, bijvoorbeeld met zo'n aanwezigheid van militairen in de straten, voor bewaking van sommige plaatsen. Het is mogelijk om dat te doen. Op korte termijn ook een echt uitwisseling van inlichtingen om de buitenlandse strijders te volgen en een mogelijke politieactie te hebben voor een terroristaanslag, zoals in Berlijn. Dat is ook een echte taak op korte termijn, maar op middellange termijn. Hoe is het mogelijk om niet meer zo'n proces te zien met jonge mensen die naar een radicalisatie willen gaan? Of kunnen gaan? Of kunnen gaan? En dus, ik herhaal daarover, het is meer een actie qua preventie betreft. En qua preventie is onderwijs. Maar ook, om alleen één voorbeeld te geven, de opleiding van imams in Europa. Tot nu toe hebben we geen proces om dat te doen. In België hebben we geen opleiding voor de imams in de moskee. Dus hoe is het mogelijk om te werken met mensen van verschillende andere landen en soms met een zeer extremistische visie van islam? Is het mogelijk, wat toekomst betreft, om een Europese visie te hebben van islam? Is het mogelijk om een visie te hebben met een correcte aanpak van de Europese waarden? Ik weet het niet, maar het is toch een mogelijke taak voor de overheid om dat te doen. Niet alleen een correct onderwijs voor iedereen, maar ook een correcte opleiding van de imams. En ik denk dat het een zeer belangrijke taak om een gemaakte islam te hebben in Europa. Dus het is niet een strijd tegen islam. Het is een strijd tegen enkele terroristische groepen. Maar met zo'n doel om naar een islamistische staat te gaan, dus er is toch een band met de religie, maar niet alleen met de religie. En voor ons is geen strijd tegen een religie, een strijd tegen extremisten, tegen enkele mensen die een terroristische aanslag kunnen doen. Maar in onze samenleving is het noodzakelijk om te denken aan een andere relatie. Dat heb ik gezegd, een relatie ook met de religieuze overheid. Om te zien, is het mogelijk om in Europa bijvoorbeeld te leven, samen, maar met een respect voor dezelfde waarden, met of zonder een religie. Dat is een keuze van iedereen. Maar zelf hebben we toch een echt respect voor de waarden van Europa, wat de mensenrecht betreft, de vrouwenrecht en veel andere punten.
is een echte kerntaak van onze actie. En dus op internationale vlak moet ik zeggen vanuit België, de twee thema's zijn misschien de belangrijkste voor wat veel verschillende vergaderingen met onze Europese collega's, maar ook in de ganse wereld. De relaties met een echte sterke land zoals Rusland. Het is gevaarlijk niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Europa en de ganse wereld. Maar de relaties met zo'n aantal terroristische groepen, misschien in Syrië, in Irak en in andere landen, maar met een mogelijke actie langs de buitenlandse strijders en anderen in Europa, het is ook een zeer belangrijke punt voor ons. Maar ik heb sinds vanavond nog iets te zeggen daarover. Ik wist niet dat het mogelijk was om dat te doen vanavond, juist na zo'n terroristische aanslag in Tunis. Maar ik moet zeggen, in Tunis, het is toch een aanslag tegen enkele mensen uit Tunesië, maar ook misschien de 17 of 19, dat is lees ik om alle cijfers te hebben, 17 of 19 buitenlandse toeristen die in Tunis waren, zoals vele anderen. Ik weet het niet, ik was enkele keer in zo'n museum in Tunis. En het is een normale plaats om te gaan. En dus nu er is het risico niet alleen daar. Er was een risico vorig jaar hier in Brussel, ook in Parijs begin van 2015 in Kopenhagen. Dus je moet toch denken dat het noodzakelijk is om een andere reden in te vallen voor een betere relatie met een land zoals Rusland, om geen agressie te hebben tegen een buurland, maar ook een betere relatie misschien in Europa met islam en met alle groepen binnen zo'n religie. En om dat te doen, het is noodzakelijk om een strijd te hebben tegen de extremisten. Het is alleen dat, maar dank u voor uw aandacht. Echt capaciteit om meer beslissingen te nemen op Europese vlak. Maar bijvoorbeeld wat de
zeggen, er zijn twee Europese landen met een permanente zetel in de Veiligheidsraad, de Verenigde Naties, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ze willen blijven met hun vetorecht en niet een Europese vetorecht. Dus wij proberen om vooruitgang te doen, maar het is juist, het is niet tot nu toe genoeg voor wat ons buitenlands beleid of ons defensiebeleid maakt. Er zijn toch vooruitgang. En om terug naar Oekraïne te gaan in de relatie met Rusland, tot nu toe hebben we alle sancties bijvoorbeeld beslist met unanimiteit. Dus het was toch mogelijk om een sterke positie te hebben tegen Rusland, met een echt unanimiteit in de Europese Unie. Maar soms is het juist met zo'n incident van een ene of andere contact. Ja? Voor een goede samenwerking met Rusland, is het goed of niet goed om Europa te blijven uitbreiden? Ik denk dat het noodzakelijk was om een uitbreiding te beslissen in het verleden. Eerste punt. Dus het was noodzakelijk om dat te doen voor veel politieke redenen. Het was onmogelijk om te zeggen, bijvoorbeeld de reificatie van Duitsland. Het was onmogelijk om te zeggen, wij wachten. Er is geen muur meer tussen de twee delen van het land. Het was noodzakelijk om te zeggen, wij gaan naar een reificatie. Wat Polen, de Baltische landen en anderen, ze willen gaan naar de NAVO, eerst. Om een bescherming vanuit, misschien nog meer van de Verenigde Staten dan vanuit Europa te hebben. Maar ze wilden ook naar de Europese Unie gaan. Dat wil zeggen, het is normaal om zo'n beslissing te nemen. Dus met 25 en dan naar 28. Nu denk ik, er zijn, om concreet te zijn, drie verschillende punten. Ik pleit nog, niet nu, maar in de volgende jaar, misschien in de 10 of 15 volgende jaar, ik pleit nog nu voor een uitbreiding van Europa naar de Balkan. Het heeft geen zin om te zeggen, 20 jaar geleden hadden wij nog een oorlog in de Balkans, zonder geen echt capaciteit van de Europese Unie om een oplossing te doen. Het was noodzakelijk om aan de NAVO en de Verenigde Staten vragen te komen. En Sarajevo, het was de stad waar het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dus 100 jaar later, het is onmogelijk om te zeggen, wij blijven met zo'n situatie. Dat wil zeggen, we moeten vragen, veel hervormingen in Albanië, in Montenegro, in Bosnië-Herzegovina en dergelijke meer. Maar ik denk dat het noodzakelijk is om dat te doen. Dus nog een uitbreiding voor wat de Balkan betreft. Er is een tweede mogelijke partner, het is Turkije. Maar Turkije is een totaal andere redenering. We moeten verder gaan in de onderhandeling. Er zijn nog veel problemen voor wat de evolutie van Turkije. Dat hebben we gezien in de laatste weken en maanden. Dus wij proberen ook. Goed contact te hebben, een druk op Turkije te zetten daarover. Maar het zal een zeer lange weg zijn. En mijn redenering met Turkije is om te zeggen, wij moeten blijven met Turkije als een partner. En een echte partner. Want zonder dat, misschien op een van de verschillende kaart gezien, de andere buurlanden van Turkije zijn Syrië, Irak, Iran. Het is toch niet evident om zo'n land zonder geen echte band met de Europese Unie te laten. En ik denk, we hebben gezegd, het is mogelijk om naar een uitbreiding in de Saladesië van Turkije te gaan, maar het zal een zeer mogelijk meer dan voor de band. Maar we blijven het zo een onderhandeling proces. Voor wat de andere, ik heb altijd gezegd in de Europese Unie, we moeten blijven met het partnerschap. Met Belarus, Moldova, Georgia, Azerbeidzjan, Armenië, Oekraïne. Het is altijd met een partnerschap. Zonder geen visie voor de uitbreiding van de Europese Unie. Waarom? Maar ik heb gezegd, om een correcte contact te hebben, ook met Rusland. Oekraïne bijvoorbeeld, volgens mij, dat moet een zeer goede partner zijn van Europa en van Rusland. En het is misschien nuttig om middellang termijn om te denken aan een correcte relatie met Rusland, met zo'n een situatie waar de verschillende buurlanden, Rusland enerzijds en van de Europese Unie, zijn daar. Wij proberen een correct en zeer goed partnerschap te hebben op de twee kanten. En dat wil zeggen, ik zie geen echte mogelijke adhesie van Oekraïne of van Georgia of van Moldova aan de Europese Unie in een normaal tijdperk. 50 jaar of 60 jaar, weet ik niet. Maar nu niet. Dus ik zie drie verschillende mogelijke evolutie. Eerst naar de Balkans, we moeten meer doen. Het was al het geval met Slovenië, met Kroatië, en nu wij proberen met Servië, met Kosovo, om verder te gaan. Maar met Turkije zou een zeer lang proces zijn,
Maar ze blijven in contact en ze blijven op de onderhandelingen over verschillende hoofdstukken voor wat de adhesie betreft. En dan voor de rest is een partnerschap, maar niet een echte win om naar de adhesie. Maar in dezelfde richting dan de vorige vraag, er zijn landen die voor een adhesie pleiten. Bijvoorbeeld in de oost van Europa, dat zijn veel landen die willen meer zijn. En die willen zeggen, waarom niet na een partnerschap toch een mogelijke adhesie voor Moldova of Oekraïne. Ik denk dat het zeer gevaarlijk is. We hadden de gevolgen al gezien met Rusland. En om een correcte relatie te hebben met Rusland, denk ik, moeten we blijven een partnerschap met een aantal land tussen Rusland en de Europese Unie. Ja. U zei daar net, van straks, dat de veiligheid een belangrijk thema is. Ik heb daar twee vragen over. Wat is uw mening over de verlaging van de defensiebudgetten in de NAVO-landen? Ja. En ten tweede, in de komende twee weken is de begrotingscontrole. Wat gaat de standpunt van die partij zijn als er meer geld wordt gevraagd voor justitie, binnenlandse zaken en defensie? Twee dingen. Voor wat veiligheid betreft in het algemeen, wij zullen meer doen dan in onze initiële begroting. Waarom? Er is een, zoals genoemd, interdepartementale provisie in de begroting met 300 miljoen. Wat is perfect mogelijk, een zeer grote deel daarvan, naar de departementen die bevoegd zijn voor veiligheid te sturen. Waarom? Bijvoorbeeld, we hebben investeringen genoemd, militair, voor de bewaking van verschillende plaatsen. Joodse locaties, maar ook enkele officiële gebouwen en dergelijke meer. Dat heeft een kost. Dus het is onmogelijk om te zeggen, we gaan naar een grotere bewaking van verschillende plaatsen zonder geld te geven. Ten tweede, gast bijvoorbeeld dat was vandaag, gisteren, bij de staatsveiligheid. We gingen in Verville. U heeft misschien op televisie de politie gezien. Maar het was mogelijk om zo'n actie in Verville te voeren, dankzij veel inlichtingen. Uitwisseling met inlichtingen, andere dan, maar ook inlichtingen vanuit onze staatsveiligheid. Ze hebben verschillende mensen gevonden, tot en met Verville. En dan, met een transfer van inlichtingen naar de politie, was mogelijk een actie te voeren. En nu, hebben we gezegd, er zijn veel acties op internet. Wij moeten nieuwe middelen hebben om een echte strijd te hebben. Maar dat we zeggen, we moeten ook keus maken. En om terug naar defensie te gaan. Wat defensie betreft, ik heb ook contact gehad met de NAVO. Er zijn verschillende punten. Er is een doelstelling, het is 2% van het BBP voor defensie. Op denk ik middellang termijn moeten we dat doen. Maar met welke beslissing? Eerst en vooral wat België betreft, investeren. Om niet weg te gaan voor een begrotingscontrole, maar ooit het algemeen, wat mijn collega's betreft in dat verband. Er zijn nog mogelijke besparingen bij de defensie. Waarom? Er zijn nog veel kazernen die op een andere plaats zijn. Waarom? Om tewerkstelling te geven, op vraag van de burgemeesters, en op vraag van de verdeling van onze militairen onze grondgebied. Dat heeft geen zin. Welk zijn de belangrijkste elementen van onze defensie? Het is om positief antwoord te geven op verschillende vragen in de ganse wereld. En dus, we moeten eerst gaan naar nieuwe investeringen, bijvoorbeeld het vervangen van onze F-16. Dat is een zeer grote kost. En dus ik denk dat voor de NAVO betreft en veel andere organisaties, we moeten zeker zijn dat het mogelijk is voor Belgen om een positief antwoord te geven. Wat was het geval in Afghanistan, in Libië, nu in Irak, in Mali, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. We zijn altijd bezig met militairen van België, ook in Irak voor de opleiding, op het veld, of met de F-16 of met de C-130. Het is ook een capaciteit op logistieke vlak. Maar we moeten een positief antwoord geven. We moeten bewijzen dat het mogelijk is met een begrotingstraject om terug naar de levendig te gaan. En ook een marge hebben voor investeringen. En investeringen, heb je gezegd, sommige elementen. En om geen probleem te hebben met mijn Vlaamse collega's en de regering, ik zal alleen zeggen, volgens mij, op internationaal vlak, het is misschien belangrijker om nieuwe vliegtuigen te hebben ter plaatse van de F-16 dan nieuwe fregatten. Maar, bon, fregat, u weet het, dat gaat
is op zee, dus er zal in één zin bellen. Maar misschien toch nuttig om iets te doen voor één of andere fregat. Maar niemand vraagt om onze fregat te hebben voor een echte interventie in de ganse wereld. De F-16 altijd. En dus voilà, dat zijn mogelijke keuzes. Maar we zullen meer doen voor veiligheid, maar met een aantal keuze. En op basis van precieze vragen, niet met andere weer. Dus het is noodzakelijk om meer middelen te hebben voor staatsveiligheid, voor precieze activiteiten. Zo mogelijk de politie of de militairen. Voor de bewaking van verschillende plaatsen, of voor defensie, een nieuwe vliegtuig ter plaatse van F-16, het is noodzakelijk. Ja. Meneer Renders, er was vandaag veel ophef op de sociale media over de beelden waarin u zwart gesminkt was in Brussel. Ik wou u vragen hoe u dat beoordeelt, die commentaren van mensen daarop. Er zijn veel mensen die in folklore, in uw eigen land misschien, ja. Maar het is een carnaval in veel verschillende plaatsen. Het is een traditie dus sinds 1876 om dat te doen, in Brussel, alleen in Brussel, met veel wet. En het is een traditie voor een sociale doel, om geld te hebben voor wat de kinderen in veel verschillende moeilijke situaties. En dus wordt dat gedaan op vorige zaterdag, denk ik, zoals elk jaar sinds 1876. Maar u kunt gaan naar Aalst, met carnaval, u kunt gaan naar Maledi, een andere kant. Dus we zien veel mensen met zo'n aanpak, maar bon, misschien in Parijs, is niet het geval, misschien in andere landen ook. Ik denk dat het was eerst en vooral voor een echte sociale doel en met een zeer groot succes, moet ik zeggen. Veel geld gekregen, veel restaurants. Dankzij de klanten, dankzij misschien zo'n aanpak, zo'n capaciteit om naar de mensen te gaan met zo'n trip. Zou je dat opnieuw ook doen nog een keer? Sorry? Zou u het opnieuw doen? Misschien volgende jaar, maar ik heb een vraag gekregen sinds zoveel jaar om dat te doen. Ik zal misschien naar andere plaatsen doen. Ik mag niet altijd een positief antwoord geven van alle vragen. Dus je hebt dat al gedaan, ik zal misschien naar andere organisaties gaan zo volgende jaar. Ja? Is het wel ideaal van de F-16 door de F-35 te vervangen, aangezien die al door het congres lichtjes wordt bespot als een vliegtuig dat nooit zal vliegen? Eerst en vooral pleit ik voor een echt Europese industrie qua defensie. Concreet te zijn, in het verleden was het mogelijk met Airbus om dat te doen voor civiele vliegtuigen. En dat is een groot succes. We hebben nu een strijd bijna alleen tussen twee grote genootschappen, Boeing en Airbus, de hele wereld. Spijtig genoeg, tot nu toe is dat mogelijk voor defensie op Europese vlak. Spijtig. Tot nu toe hebben we een Franse vliegtuig, Rafale, een Zweedse vliegtuig, een vliegtuig in Groot-Brittannië en dergelijke meer. En dus zal niet gemakkelijk een keuze maken. Het is juist dat in de Verenigde Staten hebben ze niet alleen een integratie van, voor civiele vliegtuigen, maar ook voor defensie. En dus ze komen met, niet alleen de F-35, ze komen met verschillende varianten van de F-16 en met veel andere. Maar bon, ik pleit meer voor een Europese keus, maar tot nu toe het is zeer moeilijk zonder een integratie op Europees vlak. Maar ik zal wachten nu een voorstel van mijn collega van Defensie op basis van wat? Van de verschillende vragen van onze Defensie en van de NAVO qua personaliteit van de vliegtuig, maar ook een aantal presentaties van de kosten daarvan. De F-35 is een zeer goed vliegtuig, maar met een zeer hoge kosten. Dus ik wacht nu een voorstel op basis van een analyse, kostenbaatanalyse, van de verschillende mogelijkheden. En ik heb al veel commentaar gehoord vanuit Frankrijk, vanuit Zweden, over de mogelijkheid om naar een Zweedse vliegtuig, naar een Franse vliegtuig te gaan. Maar ik herhaal, gezet antwoord voor buitenlands beleid en voor defensiebeleid, moeten gaan naar meer en meer Europees beleid qua industrie, ook in defensie. Tot nu toe is niet het geval. Dus het is de reden waarom we zoveel gesprek met de Amerikaanse collega's hebben. Maar het spijt me. Dat moet mogelijk zijn om een concurrent van de F-35 te hebben in Europa. En misschien niet 3, 4, 5 verschillende concurrenten. Ik denk dat het onmogelijk is voor verschillende Europese landen om dat te doen alleen. Ja. Thank you.
eerst en vooral moeten we een beetje tijd geven, niet alleen aan de Grieks, maar aan veel anderen, om een oplossing te vinden. Ik ben in de politiek sinds enkele jaren nu, en ik weet dat juist na de verkiezingscampagne, je moet toch een beetje tijd hebben om eerst naar een coalitie te gaan, en dan naar een nieuwe beslissing. In de verkiezingscampagne, het is altijd mogelijk om zijn goede programma te hebben, maar je moet partners vinden, ook in Griekenland. Er is een partner van de linkse partijen, niet alleen een linkse partij. Dat is dat eerste punt, je moet de tijd hebben. Ten tweede, het is juist een probleem van vertrouwen. En nu, om verder te gaan, moet er zeker zijn dat het mogelijk is voor Griekenland om alle engagementen te respecteren. En dus, het is een taak van de regering om te zeggen, er waren enkele engagementen van de vorige regering, qua doelstellingen, in feite een terugbetaling van verschil. En een evolutie van de deficit of een mogelijk surplus dat je drie jaar. En ze moeten dat doen. Maar ten tweede is het perfect mogelijk om dat te doen met andere maatregelen. Dat is de keuze van de bevolking. Er is een nieuwe regering, maar de nieuwe regering zal niet zijn, laat precieze maatregelen nemen dan de vorige. En wat mij betreft, ik heb altijd gezegd, het is mogelijk om veel tijd aan Griekenland te geven. 50 jaar, 100 jaar, om een terugbetaling te geven. Het is mogelijk een lagere interestvoet te vragen. Tot nu toe, moet ik zeggen, wij vragen aan Griekenland, zelfs België, een interestvoet van 5% op de schuld. Dat wil zeggen, er is een winst voor België om alle lening naar Griekenland te doen. Wij hebben nu soms een negatief interestvoet voor België. Dus tussen 0 en 5, er is een winst voor ons. Maar er is ook een risico. En dus het risico is een terugbetaling of niet. Dus voor mij is het mogelijk om veel tijd te geven, het is mogelijk om een lager interessegoed te geven, maar we moeten zeker zijn dat het mogelijk is voor Griekenland om een terugbetaling te doen. Zoals Argentina of Turkije in het verleden met het Internationaal Monetaire Fonds. Dus dat wil zeggen, een klaar en duidelijk engagement van Griekenland om te zeggen, wij zullen onze schuld terugbetalen. Maar met welke maatregelen zullen we zien? Zonder dat, gelijk. Een gebrek aan vertrouwen, met welke geval, dankzij de vorige crisis, hebben we meer middelen om misschien met Griekenland binnen de eurozone te leven, maar met een aantal mogelijke acties ter plaatse van Griekenland om een oplossing te vinden in het land. Maar dus eerst en vooral, ik ga de tijd geven, dat zal nu komen denk ik een week of maand, een beetje tijd om naar een correcte oplossing te gaan. En ook de vraag aan Griekenland om een principieel engagement te respecteren. Principieel engagement is een terugbetaling van de schuld. En terug naar beneden lukt na enkele jaren om begroting te maken. Maar met welke maatregelen? Met een linkse regering is misschien mogelijk om een minst vermogenbelasting, een vermogenbelasting te bezetten, zoals heb ik geweest voor sommige partijen in België. Maar waarom niet in Griekenland? Maar dat is een keuze van de regering. Het is een keuze van de precieze maatregelen. Maar een engagement, zelfs met een nieuwe regering, kun je zeggen, ik stop met de terugbetaling van mijn schuld, daar hebben de anderen dan blijft geen zin. Dus, het is voor u. Uw opvolger aan het woord zal niet zo gemakkelijk zijn, maar meneer de minister, heel erg bedankt voor de zeer boeiende uiteenzetting over de internationale problematieken. In een brief aan de koning, sire, er zijn geen Belgen meer. Ik denk dat deze lezing wel aantoont dat er nog zeer veel Belgen zijn met Belgische interesses, namelijk buitenlandse politiek. De lezing te horen van de enige echte DJ Reinders, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken in de regering Michel. Lid van de MF en door zijn politieke opponenten van de SPA, onlangs nog om een woorden omschreven als de zekere Frank Underwood van de Wetstraat. In tijden dat landsgrenzen van de Europese Unie vervagen door harmonisatie van wetgeving en landsgrenzen buiten Europa vervagen door Russische interventie of expansie van een bepaalde religieuze staat, willen we toch vooral het verhaal horen van iemand die dichter bij de materie staat. Ik zal nu het woord geven aan rector Paul de Knop,
Na de presentatie is er nog ruimte voor een flink aantal vragen die ik zeker weet dat jullie wel zullen hebben. En uiteraard zal er een receptie plaatsvinden in het foyer. Onze dank gaat uit naar Dieter en het volledige bestuur van CAPS voor de goede samenwerking met dit event. Dank jullie wel. Dank u wel. Beste studenten, ik ga het heel kort houden, want ik weet dat u ook heel wat vragen heeft en dat u uw trein misschien nog moet halen. Ik wil toch LVSV en CAPS feliciteren met het initiatief en jullie met jullie komst hier naartoe. Ik hoor heel vaak zeggen dat jongeren niet meer geïnteresseerd zijn in politiek. En ik kan toch getuigen dat dit hier alvast niet het geval is. Jongeren zijn welbegaan. Trouwens, de minister, toen hij in de overgang was, ik bedoel, van de ene regering naar de andere natuurlijk, dan heeft hij een heel goed debat hier gevoerd met Pascal Smet. Daar waren de studenten, niet alleen de organisatoren ook van, maar ook aanwezig. Dat is een debat dat heel wat waarde heeft gehad. Ik kan u zeggen dat minister Reijners een zeer goede, eminente spreker is, dus ik denk dat deze avond niet stuk kan gaan. En ik denk ook dat het thema, u ziet het hier staan, dat dat zeer goed gekozen is. Jammer genoeg zou ik zeggen, want inderdaad, ik hoor net ook dat in Tunesië vandaag ook een aanslag is geweest met meer dan, ik dacht al, 22 doden. Dus ik denk dat radicalisering, dat hoe dat de wereld aan het evolueren is, dat dit een terecht thema is dat jullie gekozen hebben. Ik wil eindigen met te zeggen, meneer de minister, hartelijk dank dat u de weg naar de VB gevonden heeft. Ik zou ook appreciëren moesten bepaalde minister-presidenten in Vlaanderen wat meer de weg vinden naar de VB. Maar u heeft het in elk geval gevonden. Minister zijn van binnenlandse zaken is al geen gemakkelijke zaak. Dan moet je ongeveer 30.500 vierkante kilometer beheren. Maar u, meneer de minister, u moet gans de wereld min 30.500 vierkante kilometer beheren. Ik moet zeggen, ik prijs mij gelukkig dat ik het met een middelgrote universiteit mag doen. Ik wens u heel veel plezier en ik hoop dat u het de minister zo mogelijk maakt dan dat u het soms doet met professoren. Dank u wel. En ten tweede, het is niet mijn eerste aanwezigheid bij de WSB, dus ik zal misschien later minister-president van Vlaanderen, maar bon, het is een grote verkiezing, zeg ik daarom. Het is misschien voor de zevende of de negende staatservanging, tot nu toe. Dat jij de zesde staatservanging, het is genoeg. Nee, om te zeggen, vanavond, dus spijtig genoeg in verband met actualiteit, heb ik gekozen om iets te zeggen rond twee thema's. Enfin, eerst de relaties van de Europese Unie en dus ook van België met Rusland. Er is een echt dossier Oekraïne nu in dat verband. Maar ten tweede ook de strijd tegen terrorisme, tegen Daesh of IS of veel andere namen, maar dus een echte terroristische groep. Niet alleen in Syrië, in Irak, maar in veel andere landen. Spijtig genoeg is het. Vandaag hadden wij nog een terroristische aanslag in Tunis. Ik heb nog een contact gehad met mijn collega van de Raadslaag van Tunesië, twee dagen geleden. Hij was vandaag in Parijs, na een zeer goede vergadering met de Europese Unie. En vandaag zijn tot nu toe 22 doden, twee terroristen, maar ook 20 andere mensen. En denk ik, een groot aantal van toeristen. Tot nu toe heb ik geen informatie van wat België betreft, maar ik denk toch eerst en vooral aan de slachtoffers, aan hun families, aan hun vrienden. Zoals in veel andere terreuraanslagen, niet alleen in Tunesië, maar dat is ook het geval soms in Libië, of zeker was het geval in Syrië en in Irak, maar ook in Brussel. Vorig jaar in het Joodse museum, dat was met 4 doden, en daarna heb je gezien in Parijs, in Kopenhagen en in veel andere plaatsen. Dus ik zal starten misschien met het eerste punt, de relaties met Rusland, dat je kunt zien op een kaart. We hebben in feite zeer goede relaties met veel verschillende landen, maar binnen de Europese Unie en ook met enkele buurlanden van de
Europese Unie. Er wordt in feite een oostelijk partnerschap met verschillende landen, ik heb daarin in Geen, dus Belarus, Oekraïne, Moldova, Georgia, maar ook Azerbeidzjan, Armenië. Dus er zijn verschillende landen met een specifieke relatie met de Europese Unie. En daarna, er is ook een andere partner, niet in dezelfde maat, maar met Rusland, dus de Russische Federatie, maar met Rusland ook een correcte relatie sinds veel tijd. En sinds meer dan één jaar nu, we zijn geconfronteerd met een echte probleem in Oekraïne, zoals in 2008 in Georgia, zoals de tijd daarna in Moldova. Er is een echte wil vanuit Rusland om aanwezigheid te hebben in enkele buurland, niet alleen een partnerschap, maar een echt aanwezigheid. Dus een annexatie bijvoorbeeld van de Krim vorig jaar. En we zijn nu juist één jaar na de annexatie van de Krim door Rusland. En we proberen om een correct partnerschap te hebben met zo'n aantal landen. Om idee te geven, er waren enkele fouten, misschien ook op Europese vlak in de relaties met Rusland. Eerst en vooral na de Koude Oorlog, dus misschien moeten zeggen, mogelijk om te denken aan een zeer zwak Rusland, en waarom niet een aanpak zonder geen referentie naar Rusland, zonder geen aandacht voor Rusland, bijvoorbeeld de uitbreiding van de NAVO tot en met de Baltische landen, van Polen naar veel andere, zonder te veel aandacht voor de positie in Moskou en de mogelijke reactie in Moskou. Ten tweede, met de Europese Unie, ook een zeer grote uitbreiding tot en met nu 28e lidstaten. En niet alleen zo'n evolutie na de Koude Oorlog, maar soms was mogelijk voor sommige Europeanen, en zo ook voor België, om naar Kiev te gaan, dus de hoofdstad van Oekraïne, om te zeggen, u moet een keus maken. U moet ofwel naar Europa gaan, ofwel naar Rusland. Dat heeft geen zin. Dus de reden van zo'n kaart, op zo'n kaart is mogelijk om te zien dat voor Oekraïne het is onmogelijk om een keus te maken. Ze moeten werken, ze moeten leven met alle buurlanden. Dus we moeten leven met de Europese Unie, maar ook met Rusland. Dus voor het moment hebben we een zeer specifiek probleem. Het is zo een annexatie van de Krim. Enkele separatistische groepen met een steun van Moskou in de oost van Oekraïne hebben ook een goede reden om een sterke reactie te hebben van de Europese Unie. En je hebt misschien daar gezien, onze sterke reactie was in verband met sancties en andere elementen. Maar eerst en vooral wil ik u ook zeggen, met zo'n kaart van Oekraïne, het is mogelijk om te zien dat er zijn verschillende delen van zo'n land. Dus de Krim, maar ook enkele steden, gemeenten, provincies in de oost van het land. En een van de belangrijkste problemen van Oekraïne de volgende maanden en jaar is om naar een grondwettelijke hervorming te gaan. Misschien, zoals ik gezegd in België, zoveel keer een staatshervorming beslist. Maar voor Oekraïne is het zeer belangrijk om daar bijvoorbeeld meer decentralisatie te gaan. Het is ook zeer belangrijk om daar misschien soms naar autonomie te gaan voor verschillende provincies, verschillende delen van de hele land. En op de kaart is mogelijk om dat te zien, dus met een verdeling van de verschillende provincies van zo'n land. Maar het is niet alleen noodzakelijk om zo'n staatshervorming met een decentralisatie te beslissen, maar ook echt andere hervormingen. Het is een zeer corrupte land, Oekraïne, sinds veel jaar. En er is geen verandering sinds één of twee jaar, sinds de eerste reactie van de bevolking tegen de overheid op Maidan, dus de plaats in het centrum van Kiev, één jaar geleden. Maar er zijn toch enkele mogelijke hervormingen, maar we moeten verder gaan. En dus we willen ook vragen aan Oekraïne om echt hervorming te doen, om echt een hervorming te beslissen. En dus voor het moment dat we zeggen dan we moeten enerzijds een echte druk op Rusland te zetten. Dus we moeten dan gaan naar een echte druk op Rusland om naar een andere soort van dialoog te gaan. Misschien een stopzetting van een agressie van Rusland tegen Oekraïne. Maar op hetzelfde moment moeten we vragen aan Oekraïne om meer en meer hervorming te beslissen voor wat binnenland betreft, voor wat, wie gezegd, de organisatie van het land, maar ook voor wat enkele economische en sociale hervormingen. Om dat te doen, tegen Rusland gaat
naar sancties. Individuele sancties tegen verschillende mensen die bezig zijn in het Oostland of in de Krim. Dat wil zeggen een verbod aan reizen, dus bijvoorbeeld een verbod om een visa te hebben. Ten tweede enkele financiële sancties tegen enkele individuele personen, maar ook economische sancties tegen Rusland. En we moeten zeer voorzichtig zijn. Dus wij gaan naar sancties tegen Rusland, niet tegen de Europese Unie of tegen onze bedrijven. Bijvoorbeeld in België, dat heeft geen zin om sancties te beslissen tegen Rusland in de diamantsector. Het is meer een sanctie tegen Antwerpen, maar dan tegen Moskou. De staalindustrie is hetzelfde. We hebben een aantal aandelen in de handen van Russische mensen, bijvoorbeeld de staalindustrie in verschillende steden in Wallonië. Maar we hebben ook dat gezien met peren, in Quisling. Dus het is geen cadeau van de fruit. En voor sommige producenten, Quisling heeft gezegd, dus 80% van de productie ging naar Rusland. En dus wij zoeken naar sancties tegen president Poetin, zijn regime, de mensen, de oligarchen die rond Poetin zijn, bijvoorbeeld in de energiesector, in de nieuwe technologie wat energie betreft. Geen transfer, geen nieuwe transfer van technologie. En ook in de bank, de financiering van Rusland en van verschillende energieactiviteiten. Maar dat is tegen Rusland. Voor wat Oekraïne, het is meer een steun op financiële vlak. Bijvoorbeeld een steun van de IMF op internationaal vlak, maar ook van de Europese Unie, ook op bilateraal vlak, voor een aantal hervormingen binnen het land. Maar ik herhaal, dus we moeten een druk op de twee landen zetten. En hier wordt het om een idee te geven van de aanwezigheid van Russische troepen en Russische mensen in Oekraïne, maar er zijn altijd evolutie. Soms is het een beetje raar. We hebben bijvoorbeeld tanks gezien vanuit Rusland, maar zonder, volgens Moskou, geen Russische soldaten. Dus misschien zoals een droom, of misschien een mogelijkheid om dat te doen zonder redelijke mensen binnen de verschillende tanks vanuit Rusland. Maar in feite hebben we veel, veel bewijs van een echt aanwezigheid. En om een idee te geven, echt de H-17. Dus zo'n vliegtuig van de Malaysia Airlines. Het was mogelijk om een echte catastrofe te hebben met meer dan 250 doden vanuit Nederland. Maar het was onmogelijk om dat te doen met een zeer kleine wapen. Het was alleen mogelijk met echte wapen vanuit Rusland en met een hulp van Russische mensen om zo'n mogelijke aanslag te hebben. Het was misschien niet een beslissing om dat te doen, het was misschien een vergissing, maar toch, het was met een zeer groot effect. We moeten proberen om niet meer zo aan de aanwezigheid van zoveel Russische mensen op het grondgebied van Oekraïne. En om dat te doen, eerst en vooral moeten we zeggen aan Rusland, er is een territoriale integriteit van het land. En we moeten dat beschermen. Dus het is onmogelijk om tegen de territoriale integriteit van het land te gaan. Ten tweede, we moeten ook zeggen, er zijn nu, het is een kleine kans, er zijn nu akkoorden. Het was in Minsk, het was mogelijk om in Minsk een akkoord te bereiken tussen de twee partijen. Dus Oekraïne is separatistisch, maar toch met de steun van Rusland, maar ook met de steun van Frankrijk of van Duitsland. Er waren twee vergaderingen in Minsk, twee belangrijke vergaderingen, maar met akkoord om te zeggen, moeten we gaan naar een staakt-het-vuur, moeten we niet meer zo sterke wapens te zien op het grondgebied van Oekraïne. En dan moeten we gaan naar politieke hervorming in Oekraïne en een aantal andere elementen van evolutie binnen Oekraïne. Zoals ik zeg, de decentralisatie, die is een vraag van de separatistische mensen in de oost van de Oekraïne. Maar dus wij proberen om zo'n richting te gaan. En om dat te doen, het is zeer belangrijk om een echte dialoog te hebben met Rusland. En een dialoog is zeer moeilijk. Maar de diplomatie, het internationale vlak. We moeten blijven met een echte contact, zelf in het geval van zo'n conflict. Niet alleen om een oplossing te vinden voor zo'n conflict, dat je voorbeeld hebt gezegd, een akkoord in Minsk, maar voor veel andere zaken. Rusland is een permanente lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, met een veto-recht. Dus het is bijna onmogelijk om iets te doen, bijvoorbeeld, ik zal iets zeggen daarover in
in Syrië, in Irak. Maar ook, het is onmogelijk om verder te gaan in een strijd tegen klimaatverandering. Of, we moeten spreken van Iran en de kernenergie in Iran. Of, we moeten spreken van Europa wat energie betreft. Dus alleen energie in de relatie van energie met Rusland. Het is noodzakelijk om een echte dialoog te hebben. Dus we moeten blijven met zo'n contact met Rusland. En ik pleit altijd om dat te doen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld, voor wat mij betreft, ik was nog in Kiev in Moskou in december vorig jaar. België heeft op het moment het voorzitterschap van een ministeriële comité binnen de Raad van Europa, dus niet de Europese Unie. De Raad van Europa, dat wil zeggen 47 landen, inbegrepen Oekraïne en Rusland. En dus, het is een organisatie om een bescherming te geven van de mensenrechten betreft. Ik was in Kiev en in Moskou om een contact te hebben rond de bevoegdheid van de Raad van Europa. Dat wil zeggen, een echte gesprek rond mensenrechten. Er zijn veel problemen van mensenrechten in Oekraïne, maar ook in Rusland. En het is zelf een regering met OVSC, een organisatie voor wat veiligheid in Europa. Om wat te doen, om een controle te hebben correcte uitvoering van de Minsk-akkoord, dus het akkoord voor wat de staakt-het-vuren betreft, is het mogelijk om te zien, is het waar of niet? Hebben we incident of niet op het veld? Hebben we een echt staakt-het-vuur of hebben we nog incident, een conflict op het grondgebied van Oekraïne? Maar het is ook mogelijk, voor veel andere redenen, om één te geven. In de Verenigde Staten hebben we altijd gehoord dat er meer sancties hebben tegen Rusland in zo'n dossier. Het is gemakkelijker voor de Verenigde Staten om dat te zeggen. Buitenlandse handel van de Verenigde Staten met Rusland is ongeveer 10% van onze buitenlandse handel van de Europese Unie met Rusland. Dus economische sancties tegen Rusland voor de Verenigde Staten is gemakkelijker dan voor de Europese Unie. Maar zelfs met zo'n zeer sterke stem tegen Rusland. Je hebt misschien het al gezien op het tv-journaal of in de kranten. Er zijn veel contacten tussen de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en van Rusland. John Kerry en Sergei Lavrov, het is altijd mogelijk om contact te hebben rond Syrië, in New York, in de Verenigde Naties en dergelijke meer. Op Europese vlak het is altijd zeer moeilijk. We moeten een akkoord hebben van de 28 lidstaten om iets te doen. En bijvoorbeeld voor onze minister van Buitenlandse Zaken, mag ik zeggen op Europese vlak, Federica Mogherini nu. Het is altijd zeer moeilijk om zo'n contact te nemen zonder een akkoord van iedereen. En alleen om te zeggen, ik zal een conclusie geven voor zo'n eerste deel. Er zijn verschillende meningen in Europa. Het is logisch in verband met de situatie in Oekraïne en Rusland. Bijvoorbeeld de Baltische landen, ze zijn zo dichtbij van Rusland en van Oekraïne. Ze hebben zo een geschiedenis met Rusland. We hebben zoveel decades met een aanwezigheid tot en met het begin van de jaren 90, 20 jaar geleden, vind, van Rusland, het grondgebied van de drie Baltische landen. Maar zelf met de Sovjet-Unie en de relatie van de Sovjet-Unie tot het einde van de jaren 80 in Polen en in Nederland. Dus ze hebben echt de vrees voor wat een mogelijke actie van Rusland, niet alleen in Oekraïne, niet alleen in Georgië, maar misschien ook in de Baltische landen. Ze vrezen dat. En het is niet misschien dezelfde vrees in de Benelux. In België, in Nederland, in Luxemburg. De mensen zijn meer aan het spreken rond de terroristische activiteiten in Syrië of in Irak dan de spreken rond Oekraïne. En dus wij proberen om contact te hebben tussen bijvoorbeeld de Benelux-landen en de Baltische landen. Ik was enkele keer met een collega van de Benelux in de Baltische landen, moet ik zeggen. Het is zeer interessant om te horen, te zien, de reacties ter plaatse tegen zo'n annexatie van de Krim of zo'n actie van Rusland in Oekraïne. En het is ook zeer belangrijk om een echt gevoel te hebben daarvan met de bevolking. Er is een echte vrees nu van een mogelijke actie van Rusland zelf in het land, zoals voor de verschillende Baltische landen. Dat is zeer belangrijk. En voor ons, dan zeggen dat we moeten voor de volgende jaren eerst verder gaan met een echte actie tegen Rusland of een stopzetting van zo'n interventie in Oekraïne, maar ook moeten denken aan een nieuwe dialoog met Rusland. Rusland zal toch in de volgende decade een echte buurland van de Europese Unie. En de
dus welke soort van nieuwe relatie met Rusland voor de volgende jaren te kaart. En ook met, het was de eerste presentatie, met onze huidige partners in de oost van Europa. Ik denk aan Belarus, aan Oekraïne, aan Moldova en andere. Dat wil zeggen, misschien een correcte relatie met Rusland of mogelijk is. Dat zullen we zien met de huidige president of met een andere. Dat is niet gemakkelijk. Maar ook een andere mening voor wat onze relaties met onze partners in de oost van Europa kunnen zijn. Een relatie met de Europese Unie voor alle partners, maar ook een mogelijke relatie voor deze partners met Rusland. En dus dat wil zeggen, het is een eerste zeer belangrijke taak voor ons om te zien, is het mogelijk om dat te doen. Maar de eerste, de communisme moment, is een desescalatie. Is het mogelijk om een desescalatie te zien in Oekraïne? Tot nu toe moet ik u zeggen, het is bijna onmogelijk. Het was altijd met een nieuwe stap verder vanuit Rusland om meer plaats te hebben in Oekraïne. Een tweede deel van onze besprekingen nu op Europese vlak, maar ook op internationale vlak, er zijn andere specifieke dossiers, maar naast de relatie naar het oost van Europa, het tweede probleem is naar zuid, naar Europa, in het algemeen, maar het is de evolutie van het terrorisme in de wereld. Ik wil eerst zeggen, we hebben niet alleen een terroristenaanslag van mensen die vanuit islamistische landen komen. Dat zijn we zien. In Zuid-Amerika het is ook mogelijk om enkele problemen te hebben, bijvoorbeeld in Colombia. Het is mogelijk om in veel andere plaatsen andere soorten van terrorisme te zien. Maar het is juist. We zijn nu in een echte confrontatie met terroristische groepen vanuit de islamistische wereld. Vanuit nu Syrië of Irak en vanuit veel andere plaatsen. Dus IS, het is zo'n geval. Het is zo'n terroristische groep. Vanuit Irak eerst en nu met een uitbreiding in Syrië, maar ook een uitbreiding van veel andere plaatsen. Misschien dat je ziet, er is ook een zeer sterke groep in Nigeria, Boko Haram, met veel terroristische aanslagen, veel moord op jongeren, dus jonge meisjes bijvoorbeeld ook. Maar nu er is een alliantie, of zo beslist, een aangekondigd, door Boko Haram met IS in Syrië en in Irak. Dus er zijn enkele banden tussen verschillende groepen. En dus we moeten zien hoe is het mogelijk om tegen zo'n evolutie te strijden. En we zijn zeer performant. We kunnen veel communicatie organiseren. Bijvoorbeeld op de sociale netwerken zijn meer performant dan veel mensen in Europa en zelfs in de Verenigde Staten dat te doen. Maar eerst en vooral moeten we denken aan de oorsprong van zo'n mogelijke terroristische evolutie. Het is niet alleen voor religieuze redenen. Het is misschien één van de mogelijke redenen, maar er zijn andere elementen. Op sociaal vlak, er zijn veel jongeren, niet alleen Irak of in Syrië of in veel Arabische landen, maar ook soms bij ons, zonder geen echte toekomst. Als we proberen iets te vinden, misschien iets te vinden dat wil zeggen om een rol te spelen, om iets te betekenen. Is het mogelijk om een echte rol te spelen? Legaal. Ik heb nog gisteren gezien en gehoord bij de staatsveiligheid in België. Ik zal niet zeggen daarover, veel buitenlandse strijders die naar Syrië of naar Irak willen gaan. Maar daar, zo benieuwd, dus u blijft daar zoals een echte baas van een stad of van een gemeenschap terug naar België, dus bijna zonder enige rol te spelen. Dus dat wil zeggen, voor veel mensen, het is een ander probleem dan alleen een probleem van religie om dat te doen. Het is ook om een echte toekomst te hebben, soms ook om geld te hebben. Er zijn ook veel andere beloften voor wat het huidige leven, voor wat een ander leven daarna. En ook voor wat veel jonge mensen met de vrouwen. Het is altijd mogelijk, daar is geen probleem. We zullen meer vrouwen hebben. En misschien nog na uw dood zal dat mogelijk zijn. Bon, het is misschien, ik weet niet voor u, voor mij het is niet een echte genoeg. Maar voor sommigen is het misschien ook een echte genoeg om dat te doen. En wij proberen om te zeggen, eerst. Zo het mogelijk met analyse te hebben,
zo'n situatie in de hele wereld? En wat kunnen we doen om tegen zo'n evolutie te strijden? Gezegd? Eerst een uitwisseling van inlichting, meer en minder informaties rond de mogelijke reizen van de mensen naar Syrië, naar Irak of terug naar België of naar andere plaatsen. Meer uitwisseling van informaties, maar ook een echte preventie. En een preventie zal op middellange termijn, misschien voor enkele generaties. Het onderwijs, is het mogelijk om een andere oriëntatie te geven met enkele waarden, bijvoorbeeld universele waarden volgens ons. Maar is het mogelijk om een andere toekomst ook te geven aan veel jongeren? Op de situatie ter plaatse, voor het moment, in Syrië, het is mogelijk om te zien een aantal van de aanwezigheid van terroristische groepen. En het is dankzij een burgerlijke oorlog sinds nu meer dan 4 jaar. En dus met zo'n burgerlijke oorlog is een verdeling van het land tussen de verschillende actoren voor het moment. En dus het is mogelijk om te zien dat er zijn zoveel rebellen in groen en sommige zeggen loyalist rood, maar in dezelfde band. Voor de rest, er is bijna niemand, en voor wat de externe forces, dus voor wat de IS bijvoorbeeld, kun je dat zien, grijzen tussen de twee rode lijnen tot en met de grenzen van Turkije. Het is mogelijk om een echte aanwezigheid te zien nu van zo'n terroristische groep met een echte capaciteit om bijvoorbeeld naar enkele inkomsten te gaan. Ze dus hebben een aantal banken bijvoorbeeld gevonden, met geld binnen de bank, maar productie van olie. En dus het is ook een probleem om zo'n uitvoer van olie te stoppen. Maar soms is het mogelijk toch voor zo'n terroristische groep niet alleen om een deel van de olie te gebruiken, maar ook naar uitvoer te gaan van olie langs een of andere land naar een andere markt. Dus met een capaciteit om echte inkomsten te hebben. Het is misschien een terroristische groep met een zeer grote financiële capaciteit. Niet alleen daarover, maar ook dankzij andere activiteiten, zoals verschillende activiteiten tegen de mogelijke buitenlanders die aanwezig zijn. Dus ze vragen altijd geld om misschien een beslissing te nemen voor een mogelijke terugkeer van het buitenland naar onze land of naar veel andere landen. Maar dus er is alle aanwezigheid van IS in Syrië. En ik wil alleen zeggen wat Syrië betreft, nu, het is niet alleen een burgerlijke oorlog binnen het land. En ik heb een kunnen cijfer bijvoorbeeld met 11 miljoen ontheemd, van wie de 11 moeilijk te bereiken binnen Syrië. Maar we hebben ook 4 miljoen vluchtelingen in de buurland. Eerst en vooral, het is meer en meer moeilijk, niet alleen voor Turkije, maar voor 2 andere landen, Jordanië en Libanon. En voor wat Libanon en Jordanië, het is zeer moeilijk om nu meer vluchtelingen te hebben dan de bevolking van de 2 landen. De druk op de 2 landen is bijna nu onmogelijk. En dus wij moeten proberen om een hulp te geven binnen Syrië, het is zeer moeilijk. Vanuit België hebben we een initiatief genomen meer dan 2 jaar geleden. Om te zeggen, is het mogelijk toch om een toegang te geven naar scholen, naar ziekenhuizen voor iedereen. Het ziekenhuis bijvoorbeeld, het is onmogelijk. In veel verschillende plaatsen binnen Syrië. Er zijn bijvoorbeeld geen snipers. Dus echte mensen met een capaciteit om tegen ofwel de dokters ofwel de patiënten te schieten. Waarom? Er zijn altijd dokters of patiënten van een of andere kant. En dus het is bijna onmogelijk voor de burgers om nog naar een school dus gedaan, maar ook naar het ziekenhuis te gaan. We hebben geprobeerd om iets te doen, maar om een echt actie te hebben, een aanwezigheid op het veld. Misschien een militair aanwezigheid ook niet toe. Het is onmogelijk. En ik heb iets gezegd met Rusland. Het is bijvoorbeeld onmogelijk, want Rusland, heeft gezegd, is een lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde. En dus Rusland heeft altijd zijn vetorie gebruikt tegen alle mogelijke oplossingen of pisten van oplossingen voor wat Syrië betreft. Er zijn ook
twee problemen zeggen. Eerst en vooral, buitenlandse strijders, ik zal terugkomen, maar het is nu een echte probleem voor veel andere landen in de ganse wereld, niet alleen in Europa, in Azië, maar in de Noord-Amerika. Er zijn buitenlandse strijders van verschillende regio's die naar Syrië of naar Irak willen gaan. En het andere probleem is, hoe is het mogelijk om misschien op middellange termijn een onderhandelingsproces te hebben met het regime in Syrië en met de vertegenwoordigers van zo'n regime. Maar op lange termijn moet je zeggen, Assad moet weg. Dat altijd naar gezegd. Er waren zoveel barbaarse daden in Syrië dat het onmogelijk is om nog met Assad, president Assad, te werken. Maar je hebt misschien dat gehoord op televisie of gezien in de krant. John Kerry, de van buitenlandse zaken in de Verenigde Staten, heeft gezegd, we moeten iets doen met het regime. Wat is dat het geval? Zoals voor het Minsk-akkoord voor Oekraïne, hebben we ook akkoord van Genève voor Syrië, maar zonder geen uitvoering daarvan. Maar het akkoord van Genève, akkoord in een correcte gesprek tussen de oppositie, mogelijk vertegenwoordigers van de oppositie, maar ook vertegenwoordigers van de regering van Assad. De minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Hebben nog contact met zo'n aantal mensen. Maar voor wat een oplossing op lange termijn, ik herhaal, Assad moet weg. En dus moet een transitie organiseren op politieke vlak. En zoals voor Oekraïne, proberen we een politieke oplossing te vinden, maar tot nu toe, het was onmogelijk. Er is een speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dus speciaal is dat in Italiaan, dus Staffan de Mistura. En hij probeert om in contact te blijven met iedereen, maar tot nu toe is het zonder geen echte succes. Irak, dezelfde redenering. Dus je kunt dat zien met een zeer grote aanwezigheid van IS. Dus hier in groen het is mogelijk om toch een andere situatie te kennen, maar in grijs is nog met een aanwezigheid van de IS, en dus een terroristische groep. En in feite, in Irak, het is een totaal andere redenering. Het is misschien mogelijk zonder een actie van de internationale gemeenschap om naar een splitsing van zo'n land te gaan. Een splitsing tussen een deel van Irak met de huidige sunnieten, dus een huidige regering. Ten tweede een deel van de Kurdes. En ten derde, misschien nu, een islamistische staat. Dus voor ons is het mogelijk om in zo'n richting te gaan. Een splitsing in 3D, maar met een deel in de hand van een echte terroristische groep. En dus daar, welke zijn de mogelijke oplossingen? Wij proberen om eerst en vooral een militaire actie te hebben. Een militaire actie, dus België, is één van de 60 leden van een coalitie. We zijn bezig met F-16. We hebben nu 6 F-16 bezig met zo'n militaire actie tegen IS in Irak. Met, heb ik gezegd, veel andere landen. Er is een beperkte groep, ongeveer 20 landen. En wij proberen om meer te doen dan een militaire actie. Om een voorbeeld te geven, een militaire actie was mogelijk in Libië enkele jaren geleden. En moet ik u zeggen dat het een groot succes op militair vlak. Het was noodzakelijk om dat te doen, om geen echt probleem te hebben voor een zeer groot deel van de bevolking rond Benghazi, maar zonder geen capaciteit om een echte airbomb van de Libië te organiseren. En dus nu, het is een echt faillissement, er is geen staat meer. En wij proberen om niet in dezelfde richting te gaan in Irak, wat we zeggen, een militaire actie, maar ook zo'n groep van landen. Een capaciteit om te denken aan een inclusieve regering, met iedereen aan boord, en een capaciteit om te denken aan een heropbouw van het land. Dat is zeer belangrijk, het is een zeer groot verschil met andere acties in andere landen. En dan heb ik gezegd voor wat Belgen, dus we zijn bezig met onze F-16, en we zijn bezig met 35 opleiders, voor een echte opleiding van Iraakse leger. Dus het is nuttig om toch een echte actie te hebben op het veld met de soldaten van Irak. En wij proberen ook op humanitaire vlak om meer te doen. Maar wij proberen ook, dat terug dat horen,
We proberen ook al iets te doen tegen de buitenlandse strijders, ook in Guinea. Een derde land, het is in Libië. In Libië, nu moet ik zeggen, er is bijna geen staat meer. Het is een echt probleem en we moeten proberen om les te trekken aan, na zo'n interventie in Libië enkele jaren geleden. Dus het was een militaire interventie van een coalitie, met de NAVO. En hebben gezegd met een zeer groot succes op militair vlak. Maar zonder geen activiteit op het veld om naar een nieuwe regering of een nieuw parlement een heropbouw van het land. En dus nu is het echt faillissement. En faillissement, enkele tijd geleden heb ik beslissing genomen om niet meer een ambassade te hebben. Voor veilige redenen. Het is toch raar om een militaire actie te voeren en twee jaar na zo'n militaire actie een beslissing te nemen om te zeggen. Geen aanwezigheid meer van onze ambassade. Dezelfde de Verenigde Staten, niet alleen de kleine landen zoals België, maar ook de Verenigde Staten beslist om niet meer een ambassade te hebben. Dat wil zeggen, we bescherming gegeven aan een deel van de bevolking, maar zonder geen echte oplossing voor de evolutie van zo'n land. En nu hebben we een echt faillissement, dus geen staat. En dat wil zeggen ook een echt probleem, bijvoorbeeld. Ik heb al dat gedacht voor vandaag, maar veel probleem voor de buurland, Egypte. Ik weet nog niet waar de redenen van zo'n terroristische aanslag in Tunis. Ik heb nog geen informatie over wat de persoon, maar zo'n terroristische aanslag of een andere, zo mogelijk van met mensen vanuit Libië. Het is logisch, er is geen staat meer, heb ik gezegd. En dus voor wat migratie, illegale migratie vanuit Libië, het is niet alleen in Italië. Dat gezien misschien in zuid van Italië hebben we meer en meer mensen vanuit Libië, maar ook in het geval naar een land zoals Tunesië. Het is zeer moeilijk om een echte controle van de grens te hebben tussen Tunesië en Libië. En daar ook proberen wij met de Europese Unie en de Verenigde Naties om naar een politieke proces te gaan. En zoals in Irak, wij proberen sinds enkele weken, en veel vergaderingen daarover, met een speciaal gezant van secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, dus het is bijna de Leon, die aanwezig is nu op het veld, om iets te proberen, dat wil zeggen, nog een inclusieve regering met alle mogelijke groepen aan boord van zo'n regering, maar tot nu toe, zonder een echte succes. En het is het geval in veel verschillende andere plaatsen, in Mali, ik zal niks zeggen voor Mali betreft van de mandaat, maar niet hetzelfde. Het was een militaire interventie, maar nu komt het ook naar een politieke oplossing. En dus in Syrië, in Irak, in Libië, het is bijna onmogelijk nu om een echt politieke oplossing te hebben. Wij proberen met meer succes misschien in Irak nu, geen succes tot nu toe in Libië. En in Syrië zullen we zien, maar sinds 4 jaar, gaat eigenlijk al zeer lang. Het is een zeer lang burgerlijke oorlog. En voor ons, maar het is al een echt probleem om zoveel conflict te hebben in de verschillende landen. Maar het is ook een probleem voor ons met zo'n situatie, met zoveel foreign fighters, dus buitenlandse strijders. En u kunt dat zien van verschillende plaatsen. Niet alleen vanuit België of vanuit Europa, eerst en vooral van de noord van Afrika. Bijvoorbeeld met mijn collega van Tunesië. Had ik een contact 2 dagen geleden. Het was om te zeggen, 2 dagen geleden, met een reactie. Ik heb gezegd, we hebben ongeveer 400 buitenlandse strijders vanuit België tot nu toe in Syrië of Irak die aanwezig nog zijn of terug naar België. Maar in Tunesië, het is 3000. Voor een kleine land. Maar in Marokko, en u de grootheid van de verschillende cirkel, u kunt dat zien, vanuit de regio, Egypte, Libië zeker, maar ook vanuit Tunesië of vanuit Marokko, er zijn veel verschillende buitenlandse strijders. Vanuit Frankrijk, vanuit België, Groot-Brittannië en veel andere landen. Er zijn ook enkele vanuit de Verenigde Staten of vanuit Canada, maar ik was bijvoorbeeld enkele maanden in Maleisië, 1000. Indonesië, nog meer. Dus ook vanuit Azië, dat
zijn zoveel mensen die willen naar Syrië of naar Irak gaan. En dus Syrië nu, het is een echt moeilijke situatie, maar het is niks nieuws. In het verleden was al mogelijk om buitenlandse strijders te zien in veel andere plaatsen, bijvoorbeeld in Europa betreft in de Balkans. In de jaren 90 was al het geval, maar nu het is een nieuwe vorm, zelfs in Oekraïne. Er zijn nu buitenlandse strijders die willen naar Oekraïne. Maar het is toch een nieuwe vorm van buitenlandse strijders en in verband met een echte wil om een staat, dus een zo genoemd kalifaat, dus een echte islamistische staat. We proberen om een grondgebied te hebben, een bevolking, en dus een overheid om zo'n grondgebied en bevolking te beheren, dat wil zeggen een staat. En dat is een echte nieuwe actie, en eerst en vooral wat ons betreft in Europa, misschien Azië en Rusland. En om iets te doen tegen zo'n situatie, voor ons hebben we gezegd moeten gaan naar de uitwisseling van inlichtingen met veel andere landen om meer informatie te krijgen. Bijvoorbeeld, heb je dat gezien met de terroristaanslag in Brussel vorig jaar, dus het Joodse museum. Het was een Franse man, normaal volgens onderzoek, een Franse man. Hij ging naar Syrië en daarna naar Maleisië, Singapore, Thailand en terug naar Europa, maar niet in Frankrijk. In Brussel, in Molenbeek, dus een enkele week, en dan een terroristaanslag in Brussel. Dus zonder een uitwisseling van inlichtingen, het is onmogelijk om zo'n man te volgen. En bijvoorbeeld, wij proberen om een uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers te hebben. Het is een zeer moeilijk debat in het Europees Parlement. Passengers name record. Dat is eigenlijk dus een uitwisseling van de gegevens. Om wat te doen? Om te weten waar willen de mensen gaan. En dus is het mogelijk om een traject te volgen van verschillende mensen. We moeten altijd een evenwicht vinden tussen de privacy en zo'n strijd tegen terrorisme. Maar het werkt probleem van privacy, wat alleen een transfer van gegevens in verband met uw traject met een vliegtuig van één land naar een ander. Voor ons is het zeer belangrijk om een strijd te organiseren tegen zo'n aantal mogelijke terroristen. We hebben dat gezien met een terugkeer naar ons land. En de andere zeer belangrijke deel van onze actie is een samenwerking met de religieuze en de politieke overheid. Waar is de religieuze mogelijk om te werken in samenwerking met de verschillende religies? En voor wat IS betreft, om een idee te geven, want dat is zal niet een film. Nu projecteren, geen nieuwe kandidaten in de zaal. Dus het is alleen een eerste imago. Maar u kunt dat vinden op internet, zeer gemakkelijk. En er zijn veel, veel documenten van propaganda vanuit IS. En in het begin het was misschien meer op vlak van een netwerk, een organisatie. Nu het is op individuele vlak met internet. Er zijn veel, veel mensen die al radicalisatie. Te radicaliseren zijn op internet, in de kamer, op individuele vlakken, niet meer met een groep. En dus je kunt dat zien bijvoorbeeld met de situatie in de verschillende landen, maar voilà, voor wat België betreft, we hebben nu ongeveer 400 buitenlandse strijders, maar je kunt dat zien in vergelijking met andere landen. Frankrijk is toch een grotere land dan België, maar ook Groot-Brittannië of Duitsland. En met minder in vergelijking met de bevolking dan in België. En in België het is mogelijk om te zeggen, nu, ik heb gezegd ongeveer 400 buitenlandse strijders in Syrië, maar dat wil zeggen nog 200, maar ik heb precies de cijfer van de staatsveiligheid, maar het is 234 ter plaatse, nog niet. 234. We hebben misschien 114 die terug naar België en soms terug naar een gevangenis in België. Dus het is altijd dezelfde redenering. We hebben een mogelijke procedure voor wat terugkeer van een of andere man. Of, ik zeg man, nu meer en meer.
met een vrouw en met kinderen. Dus je moet altijd denken aan mensen die willen gaan naar een echte staat. En dus niet alleen om te vechten tegen een of een andere regering of tegen een andere overheid, maar ook met hun familie naar een echte staat te gaan. En het was het geval dat ik een tijd geleden heb dus een mens gezien terug langs Turkije naar Bali met een kind van 4 jaar oud. Ja, het is een beetje raar. En dan zijn, dat is ook een beetje raar, 53 mensen die gedood. Dus het is mogelijk, maar met een zeer rare situatie in Verviers. Je hebt misschien gezien in Verviers met zo'n actie aan de politie, de Belgische politie. Het was aan het begin mogelijk om twee doden te hebben. Twee mogelijke terroristen, maar zeker en vast twee buitenlandse strijders terug vanuit Syrië. Maar één van de twee was al dood in Syrië. Volgens de sociale netwerken. Dus ofwel het is een mirakel, weet ik niet. Ofwel het is nu een echte wegmethode van zo'n terroristische groep om te zeggen: wij sturen een bepaalde imago, en je kunt dat zien, dat probeer imago. Van propaganda, maar soms imago met echte jongeren in Syrië of in Irak in activiteit. En daarna, enkele tijd daarna, dezelfde formaties, maar spijtig genoeg, dezelfde man is dood in een strijd tegen een of andere groep. Maar in feite, ze komen terug naar Europa, naar een ander land. En ze zijn in feite best alibi. Dus geen andere mogelijk hebben een alibi te hebben dan zo'n dood. En dus je komt terug en er is, zoals in het geval in Verviers, daarop kun je de interventie van de politie in Verviers zien, maar het was het geval in Verviers. Het is ook het geval met één man, we zijn nu bezig met één man in Griekenland, die misschien de baas is van verschillende groepen. Hij was ook aangekondigd, zowel als dood in Syrië door islamistische staat. Dus het is ook een echte probleem voor het moment. Maar wat België betreft moet ik u zeggen, eerst en vooral een groot aantal van de buitenlandse strijders. Het was op vlak van een recrutering door Sharia voor België. We hebben gezien, het was mooi in Antwerpen om een veroordeling te hebben, misschien in België, de Sharia voor België. Dus het is een organisatie met een recrutering van veel buitenlandse strijders. Misschien 200 in het begin. En om concreet te zien, om te zijn, de eerste, met een echte formatie door de politiedienst, was iemand van Wilvoorde. En we hebben gezien in de volgende weken, na zijn vertrek van Syrië, andere vertrekken in dezelfde straat. Dus dat wil zeggen, niet vanuit een mosk of vanuit een religieuze gemeenschap, maar alleen vreemden. Het was altijd met het boodschap, zeggen ze, u moet komen, hier is het perfect, dat is ongelooflijk in Syrië of in Irak. En u moet komen. En het was het geval in Vilvoorde, maar ook in Molenbeek of in Antwerpen, met mensen in dezelfde wijk, dezelfde, soms in dezelfde straat, die naar Syrië of naar Irak willen gaan en willen gaan. En dus, het was altijd met een organisatie zoals Charlotte van Bende. Nu, de laatste, er zijn nog 10, 15 nog maanden. Vanuit België, 10, 15, volgens de mogelijke informaties. Maar nu het is het meer op individuele vlak, meer gezegd, dus met interne. En wij moeten gaan naar een reactie daarover. En alleen om elementen te zeggen, wat de buitenlandse strijders betreft, hebben we al gezien een aantal terroristische aanslagen op ons grondgebied. In Brussel, het Joodse museum, maar ook in Frankrijk, een van de twee in Parijs, hadden de opleiding gekregen in Jemen, dus ook in de streek. En er was ook een aanslag in Nice, in de zuid van Frankrijk, ook door iemand terug van Syrië. Maar in Parijs, in Kopenhagen, maar ook in Brussel, is een ander probleem, voor wat ons land betreft, zoals voor Frankrijk, voor wat andere Europese landen. Het was een terroristische aanslag in Brussel, in een Joodse museum. En ik moet u zeggen, er zijn mensen die worden gedood alleen maar ze waren, of ze Joodse waren. Je kunt dat zien, er zijn politieagenten die gedood zijn, maar ze zijn
belangrijk is. Het is vanuit zo'n vrijheid van mening. En dan is een reactie tegen zo'n vrijheid van mening. Maar wat de Joden betreft, het is alleen wat de Joden zeggen. En dus er is meer en meer antisemitisme in verschillende landen. Het is toch verschrikkelijk om te zien dat voor enkele Joods in België, zoals in Frankrijk, is mogelijk om te denken aan een verplaatsing naar Noord-Amerika, maar ook naar Israël. Dus het is mogelijk om te denken dat het mogelijk is om in een grotere veiligheidssituatie te zitten in Israël dan in België. Wat is het geval? En dus dat wil zeggen, we hebben een echt probleem daarover, om een bescherming, moet ik zien, we hebben nu een bescherming organiseren in België, zoals in veel andere landen, voor wat de Joden betreft, en wat sommige specifieke plaatsen. En dus, om naar een conclusie te gaan voor wat zo'n tweede, echt moeilijke thema op Europese vlak, op internationale vlak, moet ik u zeggen, voor wat België betreft, hebben we gezien veel buitenlandse strijders, maar eerst en vooral van één gemeenschap. Mensen vanuit Marokko of nu nog met de nationaliteit van Marokko. En bijna niemand vanuit Turkije. Het is zo, het is de realiteit. En soms van Tunesië, maar het is een zeer klein gemeenschap bij ons. Dus ook enkele een aantal jonge Belgen van Belgische ouders die tot de islam bekeerd zijn. Dat is ook mogelijk. Maar een zeer grote deel is vanuit Marokko. Dus we moeten werken misschien in samenwerking met andere landen om te begrijpen waarom zo'n een evolutie. En heb ik gezegd in het begin, het is niet alleen voor religieuze redenen, het is ook voor sociale redenen, voor andere redenen. En wij proberen dus nu om naar veel verschillende maatregelen te gaan. Maar ik wil alleen zeggen, eerst en vooral op korte termijn, het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen te nemen. Een bescherming van onze bevolking. Bijvoorbeeld met zo'n aanwezigheid van militairen in de straten voor bewaking van sommige plaatsen. Het is mogelijk om dat te doen. Op korte termijn ook een echt uitwisseling van inlichtingen om de buitenlandse strijders te volgen. En een mogelijke politieactie te hebben voor een terroristaanslag, zoals in Berlijn. Dat is ook een echte taak op korte termijn, maar op middellange termijn. Hoe is het mogelijk om niet meer zo'n proces te zien met jonge mensen die naar een radicalisatie willen gaan? Of kunnen gaan. En dus, ik herhaal daarover, het is meer een actie qua preventie. En qua preventie is onderwijs. Maar ook, om alleen één voorbeeld te geven, de opleiding van imams in Europa. Tot nu toe hebben we geen proces om dat te doen. In België hebben we geen opleiding voor de imams in de moskee. Dus hoe is het mogelijk om te werken met mensen van verschillende andere landen en soms met een zeer extremistische visie van islam? Is het mogelijk, wat toekomst betreft, om een Europese visie te hebben van islam? Is het mogelijk om een visie te hebben met een correcte aanpak van de Europese waarden? Ik weet het niet, maar het is toch een mogelijke taak voor de overheid om dat te doen. Niet alleen een correct onderwijs voor iedereen, maar ook een correcte opleiding van de imams. En ik denk dat het een zeer belangrijke taak om een gemaakte islam te hebben in Europa. Dus het is niet een strijd tegen islam. Het is een strijd tegen enkele terroristische groepen. Maar met zo'n doel om naar een islamistische staat te gaan, dus er is toch een band met de religie, maar niet alleen met de religie. En voor ons is geen strijd tegen de religie, het is een strijd tegen extremisten, tegen enkele mensen die een terroristische aanslag kunnen doen. Maar in onze samenleving is het noodzakelijk om te denken aan een andere relatie. Dat heb ik gezegd, een relatie ook met de religieuze overheid, om te zien, is het mogelijk om in Europa bijvoorbeeld te leven, samen, maar met een respect voor dezelfde waarden, met of zonder een religie, dat is een keuze van iedereen, maar zelf met een religie, toch een echt respect voor de waarden van Europa, wat de mensenrecht betreft, de vrouwenrecht, en
is een echte kerntaak van onze actie. En dus op internationale vlak moet ik zeggen vanuit België, de twee thema's zijn misschien de belangrijkste voor wat veel verschillende vergaderingen met onze Europese collega's, maar ook in de ganse wereld. De relaties met een echte sterke land zoals Rusland. Het is gevaarlijk niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Europa en de ganse wereld. Maar de relaties met zo'n aantal terroristische groepen, misschien in Syrië, in Irak en in andere landen, maar met een mogelijke actie langs de buitenlandse strijders en anderen in Europa, het is ook een zeer belangrijke punt voor ons. Maar ik heb sinds vanavond nog iets te zeggen daarover. Ik wist niet dat het mogelijk was om dat te doen vanavond, juist na zo'n terroristische aanslag in Tunis. Maar ik moet zeggen, in Tunis, het is toch een aanslag tegen enkele mensen uit Tunesië, maar ook misschien de 17 of 19, dat ik was bezig om alle cijfers te hebben, 17 of 19 buitenlandse toeristen die in Tunis waren, zoals vele anderen. Ik weet het niet, ik was enkele keer in zo'n museum in Tunis. En het is een normale plaats om te gaan. En dus nu er is het risico niet alleen daar. Er was een risico vorig jaar hier in Brussel, ook in Parijs begin van 2015 in Kopenhagen. Dus je moet ook denken dat het noodzakelijk is om een andere redenering te volgen voor een betere relatie met een land zoals Rusland, om geen agressie te hebben tegen een buurland, maar ook een betere relatie misschien in Europa met islam en met alle groepen binnen zo'n religie. En om dat te doen, het is noodzakelijk om een strijd te hebben tegen de extremisten. Het is alleen dat, maar dank u voor uw aandacht. Echt capaciteit om meer beslissing te nemen op Europese vlak. Maar bijvoorbeeld wat
verlangen met een permanente zetel in de Veiligheidsraad, de Verenigde Naties, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ze willen blijven met hun vetorecht en niet een Europese vetorecht. Dus wij proberen om vooruitgang te doen, maar het is juist, het is niet tot nu toe genoeg voor wat onze buitenlands beleid of onze defensiebeleid maakt. We zijn toch vooruitgang en om terug naar Oekraïne te gaan in de relatie met Rusland. Tot nu toe hebben we alle sancties bijvoorbeeld beslist met unanimiteit. Dus het was toch mogelijk om een sterke positie te hebben tegen Rusland, met een echt unanimiteit in de Europese Unie. Maar soms is juist met zo'n incident van in een of andere contact. Ja? Voor een goede samenwerking met Rusland, is het goed of niet goed om Europa te blijven uitbreiden? Ik denk dat het noodzakelijk was om een uitbreiding te beslissen in het verleden. Eerste punt. Dus het was noodzakelijk om dat te doen voor veel politieke redenen. Het was onmogelijk om te zeggen, bijvoorbeeld de reificatie van Duitsland. Het was onmogelijk om te zeggen, wij wachten. Er is geen muur meer tussen de twee delen van het land. Het was noodzakelijk om te zeggen, wij gaan naar een reificatie. Wat Polen, de Baltische landen en anderen, ze willen gaan naar de NAVO, eerst, om een bescherming vanuit, misschien nog meer van de Verenigde Staten dan vanuit Europa te hebben. Maar ze wilden ook naar de Europese Unie gaan. Dat wil zeggen, het is normaal om zo'n beslissing te nemen, dus met 25 en dan naar 28. Nu denk ik, er zijn, om concreet te zijn, drie verschillende punten. Ik pleit nog, niet nu, maar in de volgende jaar, misschien in 10 of 15 volgende jaar, ik pleit nog nu voor een uitbreiding van Europa naar de Balkans. Dat heeft geen zin om te zeggen, 20 jaar geleden hadden wij nog een oorlog in de Balkans, zonder geen echt capaciteit van de Europese Unie om een oplossing te vinden. Het was noodzakelijk om aan de NAVO en dus de Verenigde Staten vragen te komen. En Sarajevo, het was de stad waar het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dus 100 jaar later, het onmogelijk om te zeggen, wij blijven met zo'n situatie. Maar dat wil zeggen, we moeten vragen veel hervormingen in Albanië, in Montenegro, in Bosnië-Herzegovina en dergelijke meer. Maar ik denk dat het noodzakelijk is om dat te doen. Dus nog een uitbreiding. Voor wat de Balkan betreft. Er is een tweede mogelijke partner, dat is Turkije. En Turkije is een totaal andere herinnering. We moeten verder gaan in de onderhandeling. Er zijn nog veel problemen voor wat de evolutie van Turkije. Dat hebben we gezien in de laatste weken en maanden. Dus wij proberen om ook goed contact te hebben en druk op Turkije te zetten daarover. Maar het zal een zeer lange weg zijn. En mijn redenering met Turkije is om te zeggen. Wij moeten blijven met Turkije als een partner en een echte partner. Want zonder dat, misschien op een van de verschillende kaart gezien, de andere buurlanden van Turkije zijn Syrië, Irak, Iran. Het is toch niet evident om zo'n land zonder geen echte band met de Europese Unie te laten. En ik denk, we hebben gezegd, het is mogelijk om naar een uitbreiding in Saladesië van Turkije te gaan, maar zal een zeer mooie meer dan voor de Balkan. Maar we moeten blijven met zo'n onderhandelingsproces. Voor wat de andere, ik heb altijd gezegd in de Europese Unie, wij moeten blijven met het partnerschap. Met Belarus, Moldova, Georgia, Azerbeidzjan, Armenië, Oekraïne. Het is altijd met een partnerschap. Zonder geen visie voor de uitbreiding van de Europese Unie. Waarom? Maar ik heb gezegd, om een correcte contact te hebben, ook met Rusland. Oekraïne bijvoorbeeld, volgens mij, dat moet een zeer goede partner zijn van Europa en van Rusland. En het is misschien nuttig om middellang termijn om te denken aan een correcte relatie met Rusland, met zo'n situatie waar de verschillende buurlanden, Rusland enerzijds en van Europa zijn, te zeggen, zijn daar. Wij proberen een correct en zeer goed partnerschap te hebben op de twee kanten. En dat wil zeggen, ik zie geen echte mogelijke adhesie van Oekraïne of van Georgia of van Moldova aan de Europese Unie in een normaal tijdperk. 50 jaar of 60 jaar, weet ik niet. Maar nu niet. Dus als ik zie drie verschillende mogelijke evoluties. Eerst naar de Balkan. We moeten meer doen. Het was al het geval met Slovenië, met Kroatië, en nu wij proberen met Servië, met Kosovo, om verder te gaan. Maar met Turkije zal een zeer lang proces zijn,
Maar ze blijven in contact en ze blijven op onderhandeling over verschillende hoofdstukken voor wat de adhesie betreft. En dan voor de rest is een partnerschap, maar niet een echte win om naar de adhesie. Maar in dezelfde richting dan de vorige vraag, er zijn landen die voor een adhesie pleiten. Bijvoorbeeld in de oost van Europa, dat zijn veel landen die willen meer zijn. En die willen zeggen, waarom niet na een partnerschap toch een mogelijke adhesie voor Moldova of Oekraïne. Ik denk dat het zeer gevaarlijk is. Maar al de gevolgen hebben gezien met Rusland, en om een correcte relatie te met Rusland te krijgen, moeten we blijven met een partnerschap met een aantal land tussen Rusland en de Europese Unie. Ja. U zei er net, van straks, dat de veiligheid een belangrijk thema is. Ik heb daar twee vragen over. Wat is uw mening over de verlaging van de defensiebudgetten in de NAVO-landen? Ja. En ten tweede, in de komende twee weken is de begrotingscontrole. Wat gaat de status van die partij zijn als er meer geld wordt gevraagd voor justitie, binnenlandse zaken en defensie? Twee dingen. Voor wat veiligheid betreft in België, wij zullen meer doen dan in onze initiële begroting. Waarom? Maar er is zoals genoemd, interdepartementale provisie in de begroting met 300 miljoen. Wat is perfect mogelijk, een zeer grote deel daarvan, naar de departementen die bevoegd zijn voor veiligheid te sturen. Waarom? Bijvoorbeeld, we hebben investeringen genoemd, militair, voor de bewaking van verschillende plaatsen. Joodse locaties, maar ook enkele officiële gebouwen dergelijke mee. Dat heeft een kost. Dus het is onmogelijk om te zeggen, want ze gaan naar een grotere bewaking van verschillende plaatsen zonder geld te geven. Ten tweede, gast bijvoorbeeld, dat was vandaag, gisteren, bij de staatsveiligheid. We gingen in Verville. U heeft misschien op televisie de politie gezien. Maar het was mogelijk om zo'n actie in Verville te voeren, dankzij veel, veel inlichtingen. Uitwisseling met inlichtingen, andere dan, maar ook inlichtingen vanuit onze staatsveiligheid. Ze hebben verschillende mensen gevolgd tot en met Verville. En dan, met een transfer van inlichtingen naar de politie, was mogelijk om een actie te doen. En nu, heb ik gezegd, er zijn veel, veel acties op internet. We moeten nieuwe middelen hebben om een echte strijd te hebben. Maar dat wil zeggen, we moeten ook keus maken. En om terug naar defensie te gaan. Wat defensie betreft, ik heb ook contact gehad met de NAVO. Er zijn verschillende punten. Er is een doelstelling, het is 2% van het BBP voor defensie. Op denk ik middellang termijn moeten we dat doen. Maar met welke beslissing? Eerst en vooral wat België betreft investeren. Om niet te ver te gaan voor een begrotingscontrole, maar ooit het algemeen, wat mijn collega's betreft in dat verband. Er zijn nog mogelijke besparingen bij de defensie. Waarom? Er zijn nog veel kazernen die op een andere plaats zijn. Waarom? Om tewerkstelling te geven, om vraag van de burgemeesters en om vraag van de verdeling van onze militairen onze grondgebied. Dat heeft geen zin. Welk zijn de belangrijkste elementen van onze defensie? Het is om positief antwoord te geven op verschillende vragen in de ganse wereld. En dus, we moeten eerst gaan naar nieuwe investeringen, bijvoorbeeld het vervangen van onze F-16. Dat is een zeer grote kost. En dus ik denk dat wat de NAVO betreft en veel andere organisaties, we moeten zeker zijn dat het mogelijk is voor Belgen om een positief antwoord te geven. Wat was het geval in Afghanistan, in Libië? Nu in Irak, in Mali, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. We zijn altijd bezig met militair van België, ook in Irak voor de opleiding, op het veld, of met de F-16 of met de C-130. Het is ook een capaciteit op een logistieke vlak. Maar we moeten een positief antwoord geven. We moeten bewijzen dat het mogelijk is met een begrotingstraject om terug naar de evenwicht te gaan. En ook een marge hebben voor investeringen. En investeringen, heb je gezegd, sommige elementen. En om geen probleem te hebben met mijn Vlaamse collega's en de regering. Ik zal alleen zeggen, volgens mij, op internationaal vlak, het is misschien belangrijker om nieuwe vliegtuigen te hebben ter plaatse van de F-16 dan nieuwe fregatten. Maar, fregat, u weet het, dat gaat
zee, dus er zijn in één zee in België. Maar misschien toch nuttig om iets te doen voor één of andere fregat. Maar niemand vraagt om onze fregat te hebben voor een echte interventie in de ganse wereld. De F-16 altijd. Dus voilà, dat zijn mogelijke keuzes. Maar we zullen meer doen voor veiligheid, maar met een aantal keuze. En op basis van precieze vragen, niet met andere dingen. Dus het is het noodzakelijk om meer middelen te hebben voor staatsveiligheid, voor precieze activiteiten. Zo mogelijk de politie of de militairen voor een belaging van verschillende plaatsen, of voor defensie, een nieuwe vliegtuig ter plaatse van de F-16. Het is noodzakelijk. Meneer Renders, er was vandaag veel ophef op de sociale media over de beelden waarin u zwart geschminkt was in Brussel. Ik wou u vragen hoe u dat beoordeelt, die commentaren van mensen daarop. Maar er zijn veel mensen die in het folklore, in uw eigen land misschien, ja. Maar het is een carnaval in België, in veel verschillende plaatsen. Het is een traditie dus sinds 1876 om dat te doen in Brussel, alleen in Brussel, met veel mensen. En het is een traditie voor een sociale om geld te hebben voor wat de kinderen in veel verschillende moeilijke situaties. En dus wordt dat gedaan op vorige zaterdag, denk ik, zoals elk jaar sinds 1876. Maar je kunt gaan naar Aalst, naar Carnaval, je kunt gaan naar Maledi, een andere kant. En je ziet veel mensen met zo'n een aanpak, maar bon, misschien in Parijs, is niet het geval, misschien in andere landen ook. Ik denk dat het was eerst en vooral voor een echte sociale groep en met een zeer groot succes, moet ik zeggen. Veel geld gekregen, veel restaurant. Dankzij de klanten, dankzij misschien zo'n aanpak, zo'n capaciteit om naar de mensen te gaan met zo'n pittig. Zou u dat opnieuw ook doen nog een keer? Sorry? Zou u het opnieuw doen op deze manier? Misschien volgende jaar, maar ik heb een vraag gekregen sinds zoveel jaar om dat te doen. Ik zal misschien naar andere plaatsen. Maar ik mag niet altijd een positief antwoord van alle vragen. Dus je hebt dat al gedaan, zal misschien naar andere organisaties gaan zo worden. Ja? Is het wel ideaal van de F-16 door de F-35 te vervangen, aangezien die al door het congres lichtjes wordt bespot als een vliegtuig dat nooit zal vliegen? Eerst en vooral pleit ik voor een echt Europese industrie qua defensie. Concreet te zijn, in het verleden was het mogelijk met Airbus om dat te doen voor civiele vliegtuigen. En dat is een groot succes. We hebben nu een strijd bijna alleen tussen twee grote genootschappen, Boeing en Airbus, de hele wereld. Spijtig genoeg, tot nu toe is dat mogelijk voor defensie op Europese vlak. Spijtig. Tot nu toe hebben we een Franse vliegtuig, Rafale, een Zweedse vliegtuig, een vliegtuig in Groot-Brittannië en dergelijke meer. En dus zal niet gemakkelijk een keuze maken. Het is juist dat ik in de Verenigde Staten, en we zijn niet alleen een integratie van, voor civiele vliegtuigen, maar ook voor defensie. En dus ze komen met, niet alleen de F-35, ze komen met verschillende varianten van de F-16 en met veel andere. Maar bon, ik pleit meer voor een Europese keuze, maar tot nu toe het is zeer moeilijk zonder een integratie op Europese vlak. Maar ik zal wachten nu een voorstel van mijn collega van Defensie op basis van wat? Van de verschillende vragen van onze Defensie en van de NAVO qua personaliteit van de vliegtuig, maar ook een aantal presentaties van de kosten daarvan. De F-35 is een zeer goed vliegtuig, maar met een zeer hoge kosten. Dus ik wacht nu een voorstel op basis van een analyse, kostenbaatanalyse, van de verschillende mogelijkheden. En ik heb al veel commentaar gehoord vanuit Frankrijk, vanuit Zweden, over de mogelijkheid om naar een Zweedse vliegtuig, naar een Franse vliegtuig te gaan. Maar ik herhaal, is dat antwoord voor buitenlands beleid en voor defensiebeleid, moeten gaan naar meer en meer Europees beleid qua industrie, ook in defensie. Tot nu toe is het niet het geval. Dus het is de reden waarom we zoveel gesprek met de Amerikaanse collega's hebben. Maar het spijt me. Dat moet mogelijk zijn om een concurrent van de F-35 te hebben en misschien niet 3, 4, 5 verschillende concurrenten. Ik denk dat het onmogelijk is voor verschillende Europese landen om dat te doen alleen. Ja. Thank you.
moeten we een beetje tijd geven, niet alleen aan de Grieks, maar aan veel anderen, om een oplossing te vinden. Ik ben in de politiek sinds enkele jaren nu, en ik weet dat juist na de verkiezingscampagne, je moet toch een beetje tijd hebben om eerst naar een coalitie te gaan en dan naar een nieuwe beslissing. De verkiezingscampagne, het is altijd mogelijk om zeer mooie programma te hebben, maar je moet partners vinden, ook in Griekenland. Er is een partner van de linkse partijen, niet alleen een linkse partij. Het is dat eerste punt, je moet de tijd hebben. Ten tweede, het is juist een probleem van vertrouwen. En nu, om verder te gaan, moet er zeker zijn dat het mogelijk is voor Griekenland om alle engagementen te respecteren. En dus, het is een taak van een regering om te zeggen, er waren enkele engagementen van de vorige regering, qua doelstellingen, in feite drukt het alleen op verschil. En een evolutie van de deficit of mogelijk surplus dat je drie jaar. En ze moeten dat doen. Maar ten tweede is het perfect mogelijk om dat te doen met andere maatregelen. Dat is de keuze van de bevolking. Er is een nieuwe regering, maar de nieuwe regering zal niet zijn precieze maatregelen nemen dan de vorige. En wat mij betreft, ik heb altijd gezegd, het is mogelijk om veel tijd aan Griekenland te geven. 50 jaar, 100 jaar, om een terugbetaling te geven. Het is mogelijk om een lagere interestvoet te vragen. Tot nu toe, moet ik zeggen, wij vragen aan Griekenland, zelfs België, een interestvoet van 5% op de schuld. Dat wil zeggen, er is een winst voor België op alle lening naar Griekenland. Wij hebben nu soms een negatief interestvoet voor België. Dus tussen 0 en 5. Er is een winst voor ons, maar er is ook een risico. En dus het risico is een terugbetaling of niet. Dus voor mij is het mogelijk om veel tijd te geven, het is mogelijk om een lagere interestvoet te geven, maar we moeten zeker zijn dat het mogelijk is voor Griekenland om een terugbetaling te doen. Zoals Argentinië of Turkije in het verleden met het Internationaal Monetaire Fonds. Dus dat wil zeggen, een klaar en duidelijk engagement van Griekenland om te zeggen, wij zullen onze schuld terugbetalen. Maar met welke maatregelen zullen we zien? Zonder dat, gelijk, een gebrek aan vertrouwen. Met welke gevolg, dankzij de vorige crisis, hebben we meer middelen om misschien met Griekenland binnen de eurozone te leven, maar met een aantal mogelijke acties ter plaatse van Griekenland om een oplossing te vinden in het land. Maar dus eerst en vooral, ik ga de tijd geven, dat zal nu komen denk ik met een week of maand, een beetje tijd om naar een correcte oplossing te gaan. En ook de vraag aan Griekenland om een principieel engagement te respecteren. Principieel engagement is een terugbetaling van de schuld. En terug naar een evenwicht na enkele jaren op begrotingsvlak. Maar met welke maatregelen? Met een linkse regering is misschien mogelijk om een winstvermogenbelasting, een vermogenbelasting te bezitten, zoals ze bijvoorbeeld voor sommige partijen in België, maar waarom niet in Griekenland? Maar dat is een keuze van de regering. Het is een keuze van de precieze maatregelen. Maar een engagement, zelfs met een nieuwe regering, kun je zeggen, ik stop met de terugbetaling van de schuld naar de andere, dat heeft geen zin. Dus, het is goed. Uw opvolger, het woord zal niet zo gemakkelijk zijn, maar meneer de minister, heel erg bedankt voor de zeer boeiende uiteenzetting over de internationale problematieken. Jules Destree in een brief aan de koning, Sire, er zijn geen Belgen meer. Ik denk dat deze lezing wel aantoont dat er nog zeer veel Belgen zijn met Belgische interesses, namelijk buitenlandse politiek.